u wel. Ik hoop dat die microfoon het goed blijft doen. Hij heeft een beetje de neiging om uit te vallen af en toe. Of dat nou in de richting ligt, dat weet ik ook niet. Maar mocht die uitvallen en ik het niet in de gaten hebben, omdat ik fijn door aan het stomen ben, en laat het dan even weten, zou ik zeggen. Ja, als we dan toch, als dat dan toch genoemd is, dat onderwerp, maar even dat onderwerp van die boekenweek. U weet, die boekenweek en het boekenweekgeschenk, dat is kort na de oorlog is dat ontstaan. En het idee daarvan is de leesbevordering. En ik heb me altijd afgevraagd, zou dat nou ook inderdaad leesbevorderend werken? Dat is voor mij een interessante vraag. Bent u, stel voor dat er geen boekenweek was, zou je dan zeggen, nou ik geloof dat ik het lezen er maar aan geef. Is nou dat ik zo'n boekje van die Wacote krijg, waarover de NRC schreef, zou dat hem 20 jaar geleden moeten vragen. Zou je wel overkomen. Ja, gewoon vrij. Wie heeft dat gelezen trouwens, het boekweekgeschenk? Eén persoon heeft het gelezen. En degene die nog niet zegt, dat is een heel bekend type. Ze zijn het jaren van plan. En dan is het boekje verdwenen of toch in de kat gekomen en dan komt het er niet van. Je kunt ook beter boeken niet met de verjaardag cadeau geven. Want ik deed dat altijd en dan volg ik het jaar daarna altijd. En? Wat vond je ervan? En dan raken ze toch een beetje verward. Het ligt op een stapeltje naast mijn bed en we gaan binnenkort met vakantie. En dan ben ik, ja, het lijkt me enorm interessant. Ik ben echt. Maar ze lezen het nooit. En het is volkomen nutteloos om mensen boeken cadeau te doen. Doe het niet. Geef ze een doos met zozijnse broodjes cadeau. Geef ze een fles wijn cadeau. En kan niet alles wat binnen een week op kan of moet, kunt u geven, maar geef geen boek. Dat moeten mensen toch zelf uitzoeken. Dus ik heb mijn twijfels eigenlijk over de omvangrijke financiële inspanningen van de boekenweek. Die zou ik misschien eens aan de boekhandel moeten vragen. Hij zit daar wel rustig te filosoferen. En aan zijn neus te wrijven. Helpt het nou wel, die boekenweek, of niet? Jazeker. Het helpt, ja? U verkoopt meer in de boekenweek. Ja, volgens de laatste berichten die ik vanmiddag gelezen heb, is er een stijging geweest van 3,7% in de verkoop van aantal boeken. Maar is er dan in de weken daarna een daling van 3,7%? Nee. Niet. Daling voor de boekenweek. Oh, wacht even, ze wachten op de boekenweek. Eerst verkoopt u een maand helemaal niks. En dan haalt u met pijn en moeite de schade in de boekenweek. Dat is het duidelijk. Ja, dat is wel een vrij dubieuze affaire natuurlijk. Ja, en ook die boekenweekgeschenken, die zijn in de loop der jaren, waren die van zeer wisselende kwaliteit. Dat zal u dan. Wie heeft wel eens een boekenweekgeschenk gelezen? Oh, dat valt mee. Dat valt mee. En welke heeft u dan gelezen? Dat zijn ze vergeten. U heeft er maar eens een gelezen, maar waar het over ging. Het was een boek. Het was een klein boekje, maar we weten het niet precies. Neem Helle Haasten, die heeft ook een boekenweekgeschenk. Ik begrijp dat dit een geanimeerde conversatie is, een beetje nog. Ze waren in het algemeen niet zo verschrikkelijk goed. Er was wel eens een uitschieter bij, maar ik herinner mij toch niet zo verschrikkelijk veel uitschieters, eerlijk gezegd. En met als absolute dieptepunt het boekenweek van Wim Kan, die eigenlijk al op weg was naar het crematorium en ondertussen iemand die te laat afscheid heeft genomen. Dus ik heb mijn twijfels erover. Ik weet helemaal niet of leesbevordering of dat wel effect sorteert, eerlijk gezegd. Ja, ik ben dan geneigd om u door te vragen hier. Wie van u leest een boek per week? Nou zeg, dat valt mee. Want dan moet u per dag. Per dag? Dat is wel heel knap. Maar u hebt tegenwoordig van die boekjes die je ook per uur kunt lezen, hè? Ja, strips, dat kan je ook wel veel van opsteken natuurlijk, ja. Boek per week, dat is goed te doen in mijn idee, maar ik ken maar weinig mensen die meer dan 2 boeken per week lezen, dus dan zit je al gauw op 100 per jaar. Mensen die meer dan 100 boeken per jaar lezen, dat is vrij uniek volgens mij, dat komt betrekkelijk weinig voor. Dat haalt u wel. Ja? Maakt u er notitie van? Ja.
Nee. Helemaal niet. Nee, het houdt de bibliotheek hierbij. Dan gaan we zo even vragen wat u zo gelezen heeft. En ik ben benieuwd naar. Ja, nu het thema van de Boekenweek, want dat was een typisch Nederlands thema. Gouden jaren, zwarte bladzijden. Want u begrijpt, het eerste thema wat ze bedacht hadden was gouden jaren. En daar is alle reden voor. We hebben een 100 jaar gehad tussen, pak een beet, 1580, 1590 en 1670, 1680. Waarin inderdaad gesproken kon worden van het gouden jaar. Nederland, of althans Nederland bestond toen niet. We zijn nu een koninkrijk der Nederlanden, zoals u weet. Dat is Nederland, dus nog wat wonderlijke eilandjes in de Caraïbische Zee. Die zijn tegenwoordig deels gemeenten van Nederland geworden. Vond ik wel interessant. Want Henk Kamp was burgemeester van Saba. Heeft u dat nog gezien? Ik vond dat zo opmerkelijk dat Henk Kamp daar burgemeester was. Als er nou iemand niet daar past op Saba, dan is het Henk Kamp wel. Daar zou een burgemeester van Winterswijk kunnen worden of zo, maar van Saba, nee. Ja, want waarom zijn er nog een paar stukjes van Nederland zo ver weg in Latijns-Amerika? Dat zijn eigenlijk koloniën die we niet kwijt kunnen raken. We zouden ze dolgraag kwijtraken, maar wat moet je ermee? Hoop op aardbeving of zo, of dat de aarde zich opent en Saba gewoon weer verdwijnt onder de zeespiegel, maar dat wil maar niet lukken. Ja, zo zeggen we meer, ook Engeland heeft van die rare restanten die eigenlijk niet weg willen. Falklandse eilanden, Belize, is het nog wel zo wat. Allemaal restanten van ons koloniale verleden. Maar goed, in die eeuw zijn wij de rijkste natie ter wereld geworden. We waren toen een republiek, zoals u weet. Wij zijn eigenlijk in ons hoogtepunt, zijn wij altijd een republiek geweest. En vanaf het moment dat we een koninkrijk zijn geworden, is de neergang begonnen. Nou, dat is helemaal niet waar hoor, maar dat is in mijn visie is dat zo. Want ik ben, dat zult u misschien wel weten of niet. Maar ik zeg het maar dat u zich er ook niet meer aan hoeft te ergeren. Ik ben een uitgesproken republikein. En wat mij betreft had Beatrix de laatste kunnen zijn. En nu worden we met die zoon opgezadeld. Ja, ik ben toch voor een systeem waarbij ik ook in principe staatshoofd kan worden. Ja, je kunt hier toch spreken van systematische discriminatie op tal van terreinen. Want ja, u lacht er al omdat ik het wil worden en niet kan worden, maar dat geldt voor u net zo. Of u zou moeten bewijzen dat u van zijn afstand. Nu begreep ik laatst uit de tv-uitzending dat vrijwel iedereen van zijn afstand, maar misschien ik ook wel. Maar feit is dat je alleen staatshoofd kunt worden in Nederland als je lid bent van die familie. En ja, dat is natuurlijk volkomen een schrift, dat zult u met me eens zijn. Dus het moet het afgeschaft worden? Ja, dat lijkt mij prima. Er is ook alle reden om het af te schaffen. Ik weet niet of u die avond present was achter de buis dat Beatrix haar abdicatie bekend maakte. Dat moet een van de meest vreemde avonden zijn geweest uit de recente mediageschiedenis. Want u weet dat Beatrix maar heel matig populair was in Nederland. Het was een nogal afstandelijke, autocratische tante. Een uitgesproken perfectionist, harde werker, dat wel, maar ja, dat had een betere zaak kunnen dienen natuurlijk, want ze had niks te vertellen. Want dat moet er natuurlijk nog even bijgezegd worden, dat hoe sympathiek kennelijk iedereen haar ook vond, de laatste bevoegdheden die ze had, hebben we er recent afgepakt. Misschien dat ze er daarom mee gestopt is, dat zou kunnen zijn. Maar die avond was wel heel, heel curieus, want het begon natuurlijk bij De Wereld Draait Door. Daar zit in principe een beetje een linkser deskundige groepje. Nou ja, linkser. Ja. Nou ja, ik weet niet of Jort Kelder links is. Hij schijnt vegetariër te zijn, dus hij is partieel links. Ja. Nou ja, u weet wie de beroemdste vegetariër van de vorige eeuw was. Nee, kennelijk niet, hè. Hitler. Dat is heel interessant, Adolf Hitler. Ja, dat was, en ook was enorm tegen roken, weet u dat? Ja, zijn plannen was dat Duitsland had gewonnen. Zou er een reuze ministerie komen wat het vlees eten en roken in Europa geleidelijk aan zou gaan verbieden. En hij was een groot hondenliefhebber.
He, dus iedereen heeft wel een reden om zich met hem te vereenzelvigen. Dat zei ik toch maar in beperkte zin natuurlijk. Maar mensen zijn altijd verbaasd dat te horen, dat hij vegetariër was en dat je mocht absoluut geen sigaretje opsteken in zijn omgeving. Ja, hoe kwam ik daarop? Ja, Beatrix. Nou goed, ja, het ging om die mensen die daar wel zitten bij de Wereld Draait Door. En die tot mijn totale in plaats dat ze zeiden, nou blij dat we er vanaf zijn. Ja, het was nogal een autocratische tante. Zij, ik geloof dat Jan Mulder met dat gezeik begon. Misschien een vorm van vroege dementie. Ja, een indruk die je bij hem wel eens vaker hebt. Ik kan nog wel een verwarde indruk maken. En zij had een traantje weggepinkt. En toen zat er zo'n op zichzelf sympathieke allochtoon. En zei, ik heb haar altijd als substituutmoeder gezien. Waarbij ik dacht, nou, gewoon niet mijn eigen moeder. Substituutmoeder? Wie heeft Beatrix de afgelopen kwart eeuw als substituutmoeder gezien? Nee, niemand, hè? Nee, normale mensen hebben daar geen last van. Je moet er niet aan denken, zeg. Dit is een strenge meesteres, ik weet niet hoe dat precies heet. Nee, ik bedoel dat ze daar niet praktisch aan doet, maar ze zou het kunnen doen, bij wijze van spreken. Het was een waanzinnige avond, waar plotseling bleek dat wij bij Beatrix diep in ons hart gesloten hadden, dat wij al nooit zo'n door en door sympathieke, empathische vrouw hadden gehad, heel anders dan die Juliaan met die spruitjes. Dit was toch wel een vrouw. Nou, het was wat spijtig dat ze ermee ophield. Jongen. Ik viel van mijn stoel af. Nou, ik zit bezig op de bank. Ik viel van de bank af. Ik heb me nog lelijk bezeerd. Ik vond wel zo'n volstrekte sentimentele onzin. Verder maakt het, ik geef het toe. Ik vind het principeel een onjuiste zaak, maar maakt verder natuurlijk niet zoveel uit. Want als we een staatshoofd, een gekozen staatshoofd zouden krijgen, moet hij natuurlijk ook niks te vertellen hebben. Het moet vooral niet. Een van de grootste fouten die je kunt maken in een politiek bestel is dat het staatshoofd ook de politieke leider van de natie is. Denk u daarbij aan François Hollande, de Franse president. Denk u aan de Amerikaanse president. Dat is er nou toevallig net één die wel bevalt. Maar dat zijn er toch de andere helft van de Amerikaanse bevolking. Vindt het een waardeloze neger. Dus ja, het polariseert enorm. Dat moet je zien te vermijden. U zou toch ook liever niet willen dat Rutte staatshoofd werd. Nou ja, sommige muziek. Nou ja, als hij dan geen minister-president meer is, is het misschien nog een hele opruiming. Dat zou kunnen. Ja, dus die republiek, wij waren een republiek. Wij zijn eigenlijk tussen, pas in 1840 ongeveer, wordt Engeland per hoofd van de bevolking rijker dan wij waren. En wij zijn één, dus zijn wij in feite het rijkste land ter wereld geweest. Die rijkdom was overigens beduidend minder eerlijk verdeeld dan nu het geval is. De inkomensverdeling in Nederland is in feite vrij gunstig. Dan nog zult u zeggen, het kan nog wel wat. Hoewel, misschien zeggen sommigen van nou, een beetje verschil moet er wezen. Ik hoop zelf nog miljonair te worden. Ja, als u nog even doorleest dan, en ik krijg een tientje per boek, dan gaat dat wel aantikken. Maar wij zijn een relatief egalitaire natie. Ik zou maar zeggen, Duitsland, dat had u ook waarschijnlijk niet gedaan, is ook een relatief egalitaire natie. Die drie Scandinavische landen zijn ook relatief egalitaire naties. Een land als Engeland is veel minder egalitair dan de laten we zeggen, continentale West-Europese staat. Om nog van de Verenigde Staten maar niet te spreken. Die in de afgelopen 30 jaar. Die waren ook niet zo egalitair als West-Europa, maar toch konden we door. En daar zijn de inkomensverschillen geëxplodeerd in de afgelopen 30 jaar. Waar u al ziet wat politieke maatregelen en fiscale nonchalance kunnen bewerken. Ik heb het niet over landen als China of Brazilië of Sierra Leone, waar de inkomensverschillen werkelijk, waarbij een groot deel van de bevolking op de rand van de honger leeft en een enkeling een eigen vliegtuig heeft, zou ik maar zeggen. Er is geen land met meer vliegtuigen per hoofd van de bevolking dan Brazilië.
En had u niet gedacht dat dat zo was, maar dat komt omdat Brazilië zo weinig egalitair is, dat de hele elite genoeg geld heeft om een vliegtuig te hebben. Waarbij de kans dat je naar beneden laat het overschrijft fors is. Ik zeg het er maar even bij, voordat u zich er zorgen over gaat maken. Wist u dat trouwens, dat er veel meer mensen omkomen bij vliegtuigongelukken met kleine vliegtuigen dan met die vliegtuigen waar u in zit? Ik ga er tenminste vanuit dat de meesten van u meestal geen gebruik maken van een Learjet. Maar u zit gewoon in zo'n jumbo, nou daar zijn de risico's werkelijk verwaarloosbaar klein. Kan bij die Dreamliner kan de batterij in de fik vliegen, maar dat kan ook bij de iPhone ook gebeuren. Dus als ik straks in de fik raak, dan weet u wat de oorzaak is. Ik heb er net een aangeschaft. Zijn die dingen ingewikkeld? Ik zeg, ik ben nu aan het studeren, maar ik ben nog maar zo'n beetje in de inleidende hoofdstukken. Ik kan ermee bellen. Maar even rest, daar begrijp ik echt geen reet van. En dan moet je op dat toetsenbordje, kunt u dat? Terwijl ik toch zelf vrij, ik heb niet helemaal ontzettend dikke vingers, maar ik doe alles fout. Ja, u zit me aan te kijken, want daar zijn we niet voor gekomen. En gelijk heeft u. Ja, we keren even terug naar die wonderlijke republiek. Er was alle reden om trots te zijn op wat de Nederlandse republiek tot stand heeft gebracht. Maar u hoort al gouden tijden en je ziet ze bij elkaar vergaderen, die lui van het CPNB. En natuurlijk zijn er van de wijzenaars, jongens, dat kunnen we niet maken. Want al die columnisten en het journaal die gaan zeggen, gouden tijden. Heeft dan Pieter Sonkoen niet de hele bevolking van de Bambeilanden om over de kling gejaagd? En trouwens de politionele acties, hoe zat dat dan? Ja, dat is een paar honderd jaar later, maar dat doet er niks toe. Dus we moeten er iets van zwartigheid bij hebben. Er moet iets, er moet een schaduw overvallen. De toorn gods moet op een of andere manier verwoord worden. Vandaar dus gouden tijden, dat kan in Nederland nooit op zichzelf staan. Dat is uitgesloten. Dus hebben we zwarte bladzijden erbij gedaan. Ja, heeft Jan Poetis, Jan Pieter, Jan Koen de bevolking van de Bandeneilanden uitgemoord? Ja, dat moet volmondig worden toegegeven. Zijn wij betrokken geweest bij de slavenhandel? Ja. Zijn wij de hoofdspeler in de slavenhandel geweest? Helemaal totaal niet. Misschien 5% van de slavenhandel was in Nederlandse handen. En de hele rest was, dat deden Engelsen. Of andere boeven. Hè. Liggen die Engelsen daar wakker van? Nou, voor geen moment. Wij wel, maar zij niet. Wij hebben al een slavernijmonument en om te onthulden Beatrix, weet u het nog? Ja, misschien niet de eerste aangewezen om dat te doen, maar goed, zij heeft het gedaan. Nee, wij willen graag een zwarte bladzijde. En eigenlijk, laten we eerlijk zijn, vinden we die zwarte bladzijde fijner dan die gouden tijden, toch? Dat hebben we nu toch ook een beetje. We zitten nu ook in zak en as eigenlijk. We zitten al eigenlijk enkele jaren zitten wij in zak en as. En je hebt het gevoel dat met name in de media dat ze er volop van genieten dat we in zak en as zitten. Dus het journaal doet van die berichten als, u weet de Nederlandse economie volgens de deskundigen die je nooit al te serieus moet nemen op dit punt. Dat is misschien een andere nuttige waarschuwing vanavond. Economen. Vertrouw nooit een econoom. Misschien bent u met een econoom getrouwd. Het kan best zijn dat u een heel betrouwbaar exemplaar heeft getroffen. Dan heeft hij het waarschijnlijk niet ver gebracht. Kijk eens wat economen hebben veroorzaakt. Ze hebben de kredietcrisis veroorzaakt. Door de propaganda te maken voor de neoliberale ideologie. Want wat we hadden gedaan tussen 45 en 75, helemaal verkeerd. Er was veel te veel verantwoordelijkheid naar de overheid gelopen. En de overheid bemoeide zich met alle mogelijke dingen. En de overheid zou moeten terugtreden. Dat zou de enige manier zijn om de economie daadwerkelijk volledig te bevrijden. En zijn totale vitaliteit te doen openbaar. Dat was het idee, het neoliberale idee. Dus we hebben alle regelgeving, met name in Angelsaksische landen, maar bij ons een beetje. We hebben alle regelgeving zoveel mogelijk of afgeschaft of laks nageleefd. En wat heeft ons dat opgeleverd? Nou,
aanvankelijk misschien wel een aantal voordelen, maar tenslotte de kredietcrisis. Want de kredietcrisis, wat is eigenlijk de kredietcrisis? Het gekke is dat het een kredietcrisis heeft, waardoor het een beetje lijkt dat het op het, ook uw schuld is. Ja, neem het maar toe. He, u heeft te veel geld van nieuwe gordijnen geleend. Maar wie heeft u dat geleend? He? Waar was het zo dat je maar door de draaideur hoefde te komen en je krijgt al een hypotheek van 110% aan de broek? He? Ook als je zei, ik heb geen huis, dat doet er niks. Dat doet er toch nog niks toe. Dan heb je een heel lekker hypotheekje voor liggen. En echt wel een top hypotheekje. Wat zegt u, heeft geen huis, dan doen we er nog een halve hypotheek mee. Dan kunt u misschien een oud kippenhok kopen, of je zou het zeggen. Ja, de kredietcrisis is geen kredietcrisis, maar is een bankencrisis. De banken hebben op enorme schaal geld uitgeleend. In feite vanuit speculatieve overwegingen aan mensen die het nu achteraf niet terug kunnen betalen. Mensen kunnen ook overheden zijn en bedrijven en mensen die kantoren bouwen. Het kan van alles en nog wat zijn, maar dat is de kern van de crisis. Maar je hebt banken nodig, zoals u weet. En dus als ze in de problemen raken, wie hebben dat moeten betalen als die banken op de fles gingen? En voor de bail-outs, hè, allemaal Engelse termen natuurlijk. Wie hebben de bail-outs moeten betalen? Wij. Wij. Ja, het is een wonder dat we hier nog min of meer goed verwarmd en gekleed zitten. Want namens ons heeft ook de Nederlandse staat, die is van een staatsschuld van 40% van bruto binnenlands product, zit nu al dik in de 60% van bruto binnenlands product. En dat is voornamelijk om de zondaars in feite te redden. En nu hebben we een heel interessante ontwikkeling gehad de afgelopen week. Dat we hebben er nogal een bedweterige minister van Financiën, namelijk Jeroen Dijsselbloem. En die heeft gezegd, misschien is het nog niet zo'n slecht idee om die banken ook een beetje zelfs mee te laten betalen aan hun reddingsoperaties. Nou, de wereld was te klein. Vooral op de financiële markten en zo, in de Angelsaksische media, hoe kon die nou zoiets doen? Want dat zou kunnen leiden tot een bankrun en dat had hij nooit moeten. Maar zouden we misschien niet veel eerder hebben moeten beginnen met het idee dat die banken zelf, althans degene die obligaties hebben, aandelen, wellicht ook een spaarpotje boven de ton. Ja, zoveel mensen zijn er niet die meer dan 100.000 bij de bank hebben staan. En als u een beetje clever bent, heeft u het, als het meer is, verdeeld over allemaal verschillende banken. U doet één bij de ABN AMRO, staatsbank, dus dat kan geen kwaad. Eén bij de ING, één bij SNS, tegenwoordig ook een staatsbank. En we hebben nog Triodos, Rabobank, hebben we nog meer? ING, die had ik ook al gehad, of niet? SNS, ja. Ja, die heb ik ook al gehad. Nou, een aantal mensen hier wat staalbankiers, dan kun je toch al zonder enig risico 6 ton wegzetten. Wie zit dan nog in de problemen? Wie zit nog in de problemen? Dan moeten we nog een bankje verzinnen. Nee? Ja, vroeger kon je bij de Albert Heijn zetten, een spaarpotje, maar dat is niet meer tegenwoordig. Ja. Dus zo gek was Dijsselbloem eigenlijk nog niet. Trouwens, zou hij dat nou zelf bedacht hebben, denkt u dat? Dat die Dijsselbloem dat helemaal op eigen houtje. Hij heeft alleen met Diederik besproken. Hey, Diederik, we gaan daarmee stoppen. En we hebben een hartstikke leuk plan, typisch socialistisch plan. En we gaan al die rakkers mee laten betalen aan hun eigen redding. Nee, natuurlijk. Wie verzint zulke dingen? Wie runt dat beleid? Wie bepaalt wat er wel en wat er niet gebeurt in Europa? Dat is Duitsland, ja. En dat is op zichzelf een heel curieuze ontwikkeling. Hè? Want wat is eigenlijk de euro? Als we dan maar even terugstappen. Hoe zou je de euro kunnen... Zij voelt een heel randebiel neefje en die vraagt... wat is de euro eigenlijk? Hè? Nou, ik heb die verschillende... Zo'n briefje tevoorschijn haalt, hele lelijke briefjes, hè. Wat dat betreft moet ik zeggen, ik zou meer vrede met de euro hebben als ze de Nederlandse ontwerper van het bijtje en zo en de vuurtoren in hand zou nemen voor. Want ze worden allemaal vernieuwd, wist u dat? Ja, ze worden allemaal vernieuwd. Dan komen allemaal, ja, misschien als u een vervalsingscentrale draait, dan zit u wel een probleem. Want dan komen allemaal.
allemaal nieuwe kenmerken waardoor het nog moeilijker te vervalsen zal zijn. De reden waarom het 100 dollar biljet tegenwoordig ook een beetje afwijkt van de andere dollar biljetten. Omdat de dollar een soort wereldwijde valuta is. En je kunt overal, als je morgen naar de Tonga-eilanden vliegt en je moet daar iets betalen, contant, dan haalt u 100 dollar biljet tevoorschijn en daar zijn ze doltevreden mee. Maar in Polen kan het ook. En vrijwel overal, behalve waarschijnlijk in Nederland. Ja, wat is de euro? De euro is eigenlijk, ja, want ik zie u geen antwoord geven op die vraag. Is eigenlijk de D-mark waarop de Fransen hoopten aanzienlijke invloed te kunnen uitoefenen. Ja, want hoe komt het zo dat de Duitsers bereid waren om hun gekoesterde D-mark prijs te geven aan een Europese munt? Dat kwam natuurlijk alleen omdat de Fransen een soort concessie konden vragen aan de Duitsers. En welke concessie was dat? Dat was de concessie dat de Fransen niet zouden gaan zitten klooien over de hereniging van Duitsland. Omdat heel veel landen in Europa zoveel van de Duitsers hielden, dat ze dolblij waren dat er twee Duitse naties waren. Zijn men altijd. En heel veel landen hebben zich enorme zorgen gemaakt over de Duitse hereniging. Wat had de Bondsrepubliek aan inwoners zo'n geweest, iets over de 60 miljoen denk ik, en 16 miljoen DDR-burgers komen erbij, dan zit je al 80 miljoen. Dat is aanzienlijk meer dan Italië of Engeland of Frankrijk, die allemaal zo'n beetje dezelfde aantal inwoners hebben. En dat is nog natuurlijk niet eens het springende punt, wat natuurlijk nog veel... Ja, heel veel Europese landen waren doodsbenauwd voor een Duitse hereniging. Weet u, Ruud Lubbers, die zei, is dat wel verstandig? Hoe zou je dat nou wel doen? Moet je de overgangsfase hebben? En de enige die gestraft is voor zijn aarzelingen was Ruud Lubbers. Weet u nog? Dat Helmut Kohl zo boos op hem was, dat hij geen secretaris-generaal van de NATO is geworden. Dat hij niet de chef van Europa is geworden, mocht hij allemaal niet worden. Hij is tenslotte daar bij die vluchtelingen terecht gekomen. En, nou ja, daar is hij door kleinigheden in de problemen geraakt. Ja, ik moet u zeggen, ik was dat niet in de jaren 80, maar ik ben dat achteraf wel een beetje geworden. Ik denk wel dat het een eerste klas minister-president was. Hij is te lang blijven zitten. Dat is een fout. Hij had na 10 jaar moeten opkrassen. Dat is ongetwijfeld het geval. Maar ik denk dat het een goede minister-president is geweest. Beter dan wat we de laatste 10 jaar bijvoorbeeld gehad hebben. Hè? Want ook bij het CDA hebben ze dat soort van lui niet meer in voorraad, volgens mij. Ik weet niet wat ze er nog wel in voorraad hebben. Die Buma die doet mij altijd denken aan een grote tropische vis. Ja, ik weet ook nog wel. Dat kan allemaal niet helpen natuurlijk. Ja, mama, mama. Bij Samson denk je van, het is een heel geschikt dat Ronald McDonald's huis. Of die dit ook, maar ja, dat moeten we zien. Ja, Ruud Lubbers is gestraft. De anderen zijn niet gestraft, Mitterrand zei duidelijk. Niet gestraft, maar die zag het ook helemaal niet. Weet u dat Mitterrand naar Kiev is gevlogen om daar een ontmoeting van Gorbachev te hebben? En dat die Gorbachev gesmeekt heeft om er nog mee te treuzelen, om het niet 1, 2, 3 te doen. Om het misschien maar even zo te laten, een soort federale... Nou is de Bondsrepubliek wel een federale, maar nog iets federaler dan. En Margaret Thatcher was volledig boven de theewater. Die heeft een conferentie belegd in het buitenhuis van de Engelse MP, waarbij historici waren uitgenodigd en daar draaiden ze bandjes met het geluid van de Messerschmitts boven het kanaal. Ja, fantastisch toestel die Messerschmitt 109. Maar ik neem aan dat u niet bijzonder geïnteresseerd bent in de kwaliteit van wapens. Anders zou ik er nog even over doorgaan natuurlijk.
Ja, dat is op zichzelf een hoogst interessante zaak. De Duitsers hadden verreweg de beste wapens in de Tweede Wereldoorlog. Maar ze waren wel duur en gecompliceerd. En de Russen hadden eigenlijk hele eenvoudige wapens die het heel behoorlijk deden. Maar die allemaal enorm simpel waren. Simpel te produceren, ook in grote aantallen. Ook niet zo erg als er iets wat kapot ging, dan gooi je die het weg en dan nam je een nieuwe, bij wijze van spreken. En als je er even over nadenkt, een verdere ontwikkeling van een van de Russische wapens is het enige succesvolle exportproduct van het huidige Rusland. De Kalashnikov, ja. Zo'n aanvalsgewier. Hij is nou zo simpel, dat toch als hij vol met modder zit, blijft hij schieten. En als de oudere Nederlanders die in dienst zijn geweest, die herinneren zich nog de Uzi? Nee? Ja, dat was een Israëlische pistoolmitrailleur, waarvan de grote charme was, die kon je in het zand laten vallen. Ze hebben daar veel zand, zoals u weet. En dan doet hij het toch nog. Zelf heb ik er geen ervaring mee, maar ik kon hem, hij bestond uit 900 delen. En die moest je met gesloten ogen, moest je er meer in elkaar kunnen zetten. Dus dat, en dat kon ik. Toen hield het meteen op eigenlijk met mijn diensttijd. Maar in nood ben ik nog tot... Ik zou eventueel nog mij bij de Syrische jihadis kunnen aansluiten. En ik moet u zeggen... Ja, ik kom zo terug op die Engelsen. Ik moet u zeggen, wat dat lees je nu in de krant, dat het grootste gevaar wat Nederland krijgt in de naaste toekomst, is dat die jihadis die niet zijn gesneuveld in Syrië, dat die dan terugkomen naar Nederland en dat die zoveel hebben geleerd over het krijgsbedrijf, dat ze eerst een zelfstandige staat op de Hoge Veluwe beginnen. En dat ze daarna geleidelijk aan heel Nederland gaan veroveren, omdat ja, wij weten niet hoe het werkt allemaal, we hebben nog wel wat professionele officieren, maar die dienen allemaal in verre verwijderde landen waarvan nooit duidelijk is wat ze eruit spronken. Dus ja, gelooft u dat? Heeft u gezien hoe daar gevochten wordt? Ja. Ik wil mezelf niet omhoog steken als tactisch genie of zo, maar iemand die zijn aanvalsgeweer op de hoek van de straat houdt en dan verder ongericht schiet. Het kan zijn dat je een spreeuw die dat niet in de gaten heeft, dat die getroffen wordt, maar verder zie ik de effectiviteit er niet zo van in, eerlijk gezegd. Nu zag ik ze gisteren over een soort heuveltje schieten. Ja. En toen riep iemand nog, je moet pas schieten als je iets ziet. Dat is altijd verstandig. Ja. En als die lui nou terugkomen, dan borstelen al zegt, dat wordt een drama. Een drama wordt het. Denkt u nou, waarom denkt u trouwens dat dit soort van malle berichtgeving, die in de media door geen mens bekritiseerd wordt, waarom dat dan plotseling rond gaat zitten? Weet u dat die AIVD, dat die ruim verdubbeld is in mankracht sinds 9-11? Tweemaal zoveel mensen jagen in Nederland op jihadisten. En nu is het geval dat 2 jaar geleden hebben ze een rapportje geproduceerd, dat was de vorige directeur, een heel onverstandig man, en die melden dat er helemaal geen jihadisten waren in Nederland. Ze hadden echt elke stoeptegel omgedraaid gemaakt. Geen jihadisten vindt. Nergens. Nergens. Ja, hoe kun je zoiets stomschappen? Dus de nieuwe directeur, die heeft onmiddellijk 2 radicale stappen genomen. Ten eerste, u heeft... Dat u hier naartoe bent gekomen is al, waarschijnlijk bent u levensmoe. Want we zitten momenteel in code oranje. Dat is de 1 na hoogste code van gevaar. Als u straks een knal buiten hoort, dan weet u vrijwel zeker dat is geen leeglopende binnenband. Maar dat is een jihadist. Meestal blazen ze zichzelf op. Maar ja, gelooft iemand die onzin? Heeft iemand van u nou thuis tegen zijn partner gezegd, zeg, zie je dat? Code oranje. Ik ga straks wel even naar Albert Heijn, maar ik doe het zo snel mogelijk. Denk je dat nou over straat? Want niemand vertelt je waar, op welk tijdstip, onder welke omstandigheden. Wat heeft dat dan voor zin als code oranje voor heel Nederland geldt? Voor Vals en voor Rode School en voor Loosduinen. Wat ga je
van de gemeente mee is, begrijp ik. En vooral, dat is toch gedikt. Waarom doet die man dat? Die doet dat om natuurlijk die dubbele bezetting van dat van die AIVD. En voordat je het weet, zegt iemand, zouden we daar niet op kunnen bezetten? Ja, dat zou kunnen. We kunnen de AIVD moeiteloos halveren en dan nog een keer halveren. Want ze kijken ook altijd naar de verkeerde personen, zoals u weet. Want ze hadden niet in de gaten dat die Chinese tolken de hele tent doorbriefden aan Xi Jinping, wie is het nu, aan die nieuwe Chinese chef. En toen heeft hij, het was natuurlijk een godsend, toen vertrokken die lui naar Syrië. Dat betekent dat de AIVD nog een keer verdubbeld moet worden. Die ervaren wat man. Ik zou me niet verbazen als binnen half jaar naar code rood zouden gaan. Dat je alleen nog in konvooi naar buiten kunt. En dat we ons dat aan laten leunen, die onzin. Want dat duurt al ja, die flauwekul. En dat allemaal zo gevaarlijk en verschrikkelijk zou zijn. Dacht u van die pakketjes? Laat ik even nog over de pakketjes praten. Heeft u het niet gezien dat de laatste was het op Utrecht een pakketje gevonden? Ja, zal u daar eens iets graag over vertellen? Zaten buitenlandse postzegels op? Dan weet je eigenlijk al wel zeker dat het gaat om een atoombom van de Noord-Korea. En bovendien stonden er onbegrijpelijke teksten op. Die het personeel van de balie niet onmiddellijk kon lezen. Daarvoor, dames en heren, is het Utrechtse station ontruimd. Daarvoor zijn treinen die reeds uit Amsterdam halverwege waren. Die zijn stilgezet. Ik hoorde de machinist naar de andere kant gelopen en hij is weer teruggereden naar het Amstel. Kennelijk kan dat. Wist het niet, maar dat kan. Het was een doodnormaal postpakket. Wat afgegeven was door iemand die haast had, dus die was doorgelopen. Nou weet u dat dat een van de aller bekendste signalen is van bomachterlaters dat ze vlot doorlopen. En dat de buitenlandse postzegels. Krijgt u 1000 pakketje met buitenlandse postzegels, onmiddellijk de politie bellen. En u kunt zelf ook al een begin maken met het ontruimen van de hele straat. Je weet het nooit helemaal zeker. Wist u dat er op het station Utrecht, op het busstation, nog eens een grote kartonnen doos stond met daarop de tekst, dit is een bom. Je zou zeggen, ontzettend leuke actie, waarschijnlijk Tovik Dibi of zo, of een van die andere clowns. En weet u wat ze gedaan hebben? Het hele station ontruimt, anderhalf uur. En dan moet u weten dat wisselschakelstation van ProRail, dat bevindt zich binnen dezelfde kring van gebouwen. Dus dat gaat ook dicht. Dat heeft een zalig effect op het hele treinverkeer. Ik heb mezelf nog eens aangeboden in nabijheid van de vorige minister, dat moet ik toegeven, dat ik heb gezegd, ik ben zo oud, ik ben vrijwilliger om die pakketten te openen. Dus als jullie nou weer een pakket hebben, je denkt, wel van Rossum. Ik ben op de fiets in 7 minuten op het station. Ik maak het zo open. Vooral ook als er buitenlandse post. Als ik die mag houden voor mijn neefje, dan vind ik het allemaal prima. Ja, wat een opwinding over niks. Hè. En dat zijn de gevaarlijkste vormen van hysterie. Zijn de vormen van hysterie waar de overheid zelf aan meewerkt. Je hebt hysterie die wordt opgestoken door de Telegraaf. U weet, dat is de hoofdbestaansreden van die krant. Ja, ik weet dat dat voor sommige mensen kwetsend is. Die lezen dat blad. Zolang u ervan overtuigd blijft dat wat in die krant staat niets met de werkelijkheid te maken heeft, kan het geen kwaad. U kunt s'avonds een andere krant lezen die in de ogen trekken. Ook niet precies weten wat de werkelijkheid is. Toch wel iets beter dan de Telegraaf, ja. U vraagt ze misschien af, waarom is dat nou zo'n rare krant, de Telegraaf? Ik lees hem af en toe. Om op de hoogte te blijven van wat de modale Nederlander zo denkt. En de laatste keer was ook 2 jaar geleden, toen stond hij alsmaar vol met Wesley Sneijder en die vriendin. Een meisje trouwens, ik weet niet of u dat gezien hebt.
maar die heeft zich plastic tanden laten aanmeten die tweemaal groter zijn dan paardentanden. Waardoor een heel wonderlijk effect is ontstaan. Zij bestaat grotendeels uit een omhulsel van tanden. En elke dag stond er wel een pagina groot artikel over die twee. Ze hadden toen een appartementje in Milaan wat ze in gingen richten. Nu hebben ze een appartementje ergens anders, heb ik begrepen. En waarschijnlijk staan er nu weer elke dag staan een stuk in wat ze aan de muur hebben hangen. Of ze warm en koud water hebben. En, nou ja, de interessante krant. Waarom is het zo'n rare krant? Dat kan ik u wel uitleggen. Het is de krant, zoals u weet, van Wakker Nederland. Hij ligt vaak al in de bus als u nog niet begint. En u weet ook, stel voor u bent zo hier bij elkaar, schat ik een gemiddeld IQ van 110 zo. 115. Ja, u leest wel eens een boek, dus dat zit u wel. Zit u sowieso al iets hoger in de hiërarchie. Maar u weet ook dat als u 's ochtends wakker wordt, dat die IQ nog niet op het normale niveau gearriveerd is. Ja, dus als u heeft een IQ van 30 of zo ongeveer. U weet nog niet precies waar u bent en kijk naar uw partner en denk, is het een goede? Nou, ja. En dan geleidelijk aan, naarmate u wakker wordt, begint uw IQ geleidelijk aan te stijgen. En op een gegeven moment is het zo rond de 50. En dat is eigenlijk het moment dat je de telegraaf gaat lezen. En u weet dat als je nooit hoger komt dan 50, dan krijg je overheidssubsidie. Heeft u dat gezien? Bij een IQ van 85 heb je al recht op overheidssubsidie als onderhouden van je bestaansgrond. Ze hebben dat 5 punten opgetrokken. Dat is ook een vorm van bezuiniging. Ja, daar moet je even over nadenken. Dus iets minder. Mensen van die 81 hebben, die ze misschien ook al moeilijk kunnen redden, maar die krijgen toch niks. Een volkomen arbitraire maat. Trouwens, hoe meet je dat precies, zou ik ook wel willen weten. Dat is ook een beetje, nou ja. Dus we keren terug naar die Messerschmitt. Dat was het Duitse toestel. En u weet hoe dat om is afgelopen, in de zin dat de Engelsen eigenlijk de slag om Engeland hebben gewonnen. De Battle of Britain is gewonnen. Het was eigenlijk een remise, maar een remise was eigenlijk voor de Engelsen een overwinning. Want dat betekende dat de Duitsers niet onbeperkt konden doorgaan met het bombarderen van allerlei strategische punten in Engeland. En dat daarmee ook de eventuele invasie van Duitsland, van Engeland, dat die van de baan was. Je vraagt je wel af, nu zouden de Engelsen nog steeds in staat zijn om een Spitfire te bouwen? Ik denk het niet. Ik denk dat ze dat aan de Duitsers zouden moeten uitbesteden. In het geval dat de zaak herhaald moet worden. Eigenlijk zodra je iets wil hebben wat goed functioneert en er goed uitziet en wat goed doordacht is, dan ben je al heel gauw aangewezen op Duitse artikelen. Ja. Als u een Franse auto koopt, dat is sympathiek, maar het is wel een vorm van zelfkwelling. En Italiaanse, nou ja. Ja, verstandige mensen kopen Duitse of Japanse auto's natuurlijk. Hè. Gek genoeg hebben de Japanners en de Duitsers de Tweede Wereldoorlog kapitaal verloren. Hè. En de Engelsen hebben hem gewonnen, de Amerikanen hebben hem gewonnen. En de Sovjet-Unie heeft hem gewonnen. De Sovjet-Unie bestaat niet meer. Zoals u weet, die is opgedoekt bij gebrek aan constructief succes, zou je globaal kunnen zeggen. De vliegtuigen die ze nog over hebben uit de tijd van de Sovjet-Unie, als u er een over zou zien vliegen, dan bent u, ja, ze vallen als dode vliegen uit de lucht. Als u hem niet neer ziet storten, denk je, hoe is het moeilijk? Hij is voorbijgevlogen. Ja, dat is de Sovjet-Unie. De grootste autofabrikanten van de Verenigde Staten zijn 3 jaar geleden op de fles gegaan. Die zijn door de overheid gered, Chrysler en General Motors, ooit het grootste, meest efficiënt producerende bedrijf ter wereld, is op de fles gegaan. De Engelse auto-industrie bestaat niet meer. Austin, uit onze jeugdjaren, ja, ons, ik bedoel, de jongeren moeten ze dat maar niet te veel aantrekken. Dit is gewoon van opa verteld. Austin bestaat niet meer, Morris bestaat niet meer, MG bestaat niet meer, Armstrong Siddeley bestaat niet meer, Humber bestaat niet meer, Woolsey bestaat niet meer. Het is allemaal verdwenen. Allemaal is het verdwenen. U zult zeggen, ja, wacht eens even,
Bentley? Wat is een Bentley? Nee. Een Bentley is een hele grote Volkswagen Polo. Een hele dure Volkswagen Polo. Rolls-Royce is een hele grote BMW. Is een BMW, ja. Is dat niet curieus? En eigenlijk denken we daar nooit over na. En hoezeer dat teruggaat toch op een structureel falen van niet de totale samenleving, maar in ieder geval van het industrieel productieve deel van die samenleving. En hoe goed de Duitsers en de Japanners dat hebben gedaan nadat ze die kapitale nederlaag hadden geleden. Is het ook niet curieus, of waarom op dit punt, dat de Duitsers 2 maal een oorlog in Europa op enorme schaal verloren hebben en de tweede keer dat je echt, dat er geen ene steen meer op de andere stond in Duitsland, afgezien van wat dorpen die te klein waren om te bombarderen. En wat buitenwijken, dat daar net de mensen wonen, zijn die ook even niet gebombardeerd. En desondanks is Duitsland op dit moment in feite de dominante Europese macht. Daar hebben we helemaal niet moeilijk over te doen. En het enige wat ons nog een beetje geruststelt is natuurlijk dat ze een licht corpulente vrouw van gevorderde middelbare leeftijd bereid hebben gevonden om de natie te leiden. Want als het zo'n Duitser was met zo'n lorgnet en zo, en van die blonde haren achterover, en jawel, sir, dan had je gedacht, wat je bij Schmid toch soms nog even dacht, hè? Niet voor niks piloot geweest in de Tweede Wereldoorlog. Ja, als je Merkel ziet. Als je Merkel ziet, de eerste keer dat ik toen ze net benoemd was, verscheen ze in een geraniumrood broekpak, ik denk, maar die gaat geen panzerdivisies in beweging zetten. Maar feitelijk doet ze het heel goed. Ja. Je denkt wel eens als Nederlander, in je hartje, hadden wij ook maar een Merkel. Hè? En zou het niet handig zijn als Merkel er ons gewoon op maandagochtend bij ging doen? Gewoon als ze binnenkomt om 8:30 krijgt ze het dossier Holland. Loopt ze even door, zegt nee, je moet dit doen en je moet dat doen en je moet dat doen. En dan wordt het doorgebeld naar Rutte en zegt van, en dan wordt er gedaan wat er gedaan moet worden. Je zou er haast aan denken, dacht ik bij mezelf, het is een hele voordelige deal. Waarom worden we niet een van de lenden van Duitsland? Want je weet ook, ja, ik weet niet, ik zie wel dat u daar toch aarzelt in staan. Je bent van het koninkhuis af. Ja. Je bent van een heleboel overheidskosten af. Hè. Ik weet niet of je zich dat gerealiseerd hebt. Hè. Maar je hoeft niet te plegen, dat doen de Duitsers. Daar zijn ze altijd goed in geweest, dus dat gaan wij niet doen. Nou. Je hebt geen diplomatieke dienst meer nodig. Je kunt op allerlei terreinen. Je zou zien dat we in no time hebben bezuinigd. En we zijn deel van Duitsland. Het meest succesvolle land van de Europese Unie. Dat zal voorop. Ja, hoe lang dat blijft, dat weet je ook niet. Want 15 jaar geleden dachten we dat Duitsland een kneusje was, weet ik nog. Met name de Angelsaksische pers en die Duitsers, die hadden er niets van begrepen. Het ging helemaal bergaf. Zoals Engeland en Amerika, dat was de weg die bewandeld moet worden. Nou, dat hebben we gemerkt, inderdaad. Ja, want ook de industriële productie van de Amerikanen is. Nou ja, ze hebben een aantal superieure producten, maar daarvan moeten we constateren dat achter op het product staat dat het vervaardigd is door Foxconn. Ja, dat is dat reusachtige assemblagebedrijf in China. Zo keren we weer terug naar de euro. Want wie zijn de paymasters? Laat ik maar even zo noemen van de euro. Dat zijn natuurlijk de Duitsers. Dus heeft, want dat was de vraag die ik stelde een half uur geleden, heeft Jeroen Dijsselbloem het zelf bedacht? Jeroen heeft het niet zelf bedacht. Schäuble heeft het bedacht. En waarom speelt dit nu zo'n rol, plotseling? Dat weet u eigenlijk ook. Ja, Schäuble is de Duitse minister van Financiën, dat is die man in die rolstoel. Als ze allemaal zo staan, weet u dat Schäuble niet. Dat is ook het gevolg van een politieke aanslag, by the way, van alweer een hele tijd. Wij verzinnen die dingen niet, want wij hebben het er helemaal niet over te vertellen. Sterker nog, wij leunen, beleidstechnisch leunen wij tegen
de Duitsers aan. En waarom speelt dat op dit moment voor de Duitsers zo'n belangrijke rol? Dat het op een goede dag een keer afgelopen moet zijn, dat de Duitse belastingbetaler voornamelijk op moet dokken voor al die problemen die elders zijn ontstaan. Dat ligt aan het feit dat wij, dat u het niet weet, is heel indicatief, want u weet, de laatste klap scheet over het homohuwelijk in Washington, dat kunt u bij zo opleveren, hè? Of volgt u dat ook niet? Ja, ook rechts of inderdaad. Ja, hoe denkt u dat het af gaat lopen? Geen idee, ik ook niet, dus dat komt goed uit. Ja, het was een beetje een strikvraag. Niemand weet dat precies natuurlijk hoe dat zit. Ja, er zijn verkiezingen in Duitsland, hè? In september. Dus dat ligt hartstikke gevoelig. Dat de Duitse kiezers in staat te springen om nog zoveel jaren weer te moeten dokken voor. Aan de andere kant, als we iets van die Unie willen maken, zullen we ook bereid moeten zijn om zogenaamde transferbetalingen toe te laten. Dat we zeggen, die landen die het kunnen missen en die in feite de exportproducten leveren, zoals bijvoorbeeld Duitsland en Nederland. Ik weet niet of u een beetje volgt, maar onze export die blijft maar stijgen, die blijft maar stijgen, die blijft maar stijgen. We hebben zo'n beetje het grootste handelsoverschot ter wereld langzamerhand. Dat heeft echt absurde vormen aangenomen. En dan staat er wel in de krant, het is een keer weer terug tot mijn uitgangspunt, het AGW-denken in Nederland. Onze export gaat geweldig. Is, ja, het is gevoelig, hè. Je moet eigenlijk als zo'n pop zien, dan moet je het zo'n beetje tegen je mond gaan. Oh, het is niet dat er rare bacteriën op zitten. Ik ga het dan maar zo doen, nee. Het werd stil. Ja, ik was even de draad van het verhaal kwijt, omdat ik weer in zo'n popzangers dacht. En dan moet ik altijd denken aan mijn bed waar Mick Jagger. Iemand er toch eens mee op moeten houden. Dat is ik. Stel voor dat ik zo raar hier op en neer zou springen. En dan zou je er ook denken, man. Dan zou die man eens op moeten sluiten eigenlijk. Ja, dan ga ik over transferbetalingen. Ja. Ik zal u een wonderlijke analogie voorleggen die ik onlangs las. En dat was een artikeltje in de Amerikaanse pers. Stel u voor, stel het artikel, dat alle 50 staten een appartement zouden hebben. Wyoming, Massachusetts en Californië, allemaal een eigen munt. En dat iemand ze zegt, ja, dat is hartstikke onhandig, je kunt veel beter één munt hebben. Ja, want dat 50 munten, dat heeft alle mogelijke frictiekosten, brengt dat mensen mee, laten we dat niet doen. Het is veel handiger om één munt te gebruiken, want dan kunnen we ook wereldwijd een beetje een vuist maken. Ja, dat kunnen we met die 50 Dus, ik wil er een slokje. Ja, ik weet niet of ik het op mijn reden heb, maar... U ook zo'n slokje. Ik laat het gewoon even draaien. Ja. Denkt u dat de Amerikaanse staten dan massaal akkoord zouden gaan met zo'n dollarplan? Dat ze dat zouden doen? Dat ze zouden zeggen, ja, dat is een prima idee. Natuurlijk is dat zo. Een wat grotere muntunie. Ja, je kunt een vuist maken. Je kunt gezamenlijk onderhandelen. Zouden ze het doen, denkt u? Nee. Waarom zouden ze het niet doen? En wie zouden het niet doen? Rijke staten zouden het niet willen doen. Want de verschillen tussen arm en rijk zijn in Amerika minstens even groot als ze in Europa zijn. Misschien in sommige opzichten nog wel groot. Dus je hebt hele rijke staten, Californië, Oregon, Washington State, Massachusetts, Vermont. Nou, zeg maar globaal, de staten die democratisch stemmen, die zijn allemaal rijk, met uitzondering van Texas. En dan heb je straatarme staten. Straatarm. Zo'n derde wereldstaten. Mississippi, Alabama, Louisiana, Arkansas. Oh, ik heb een nieuw glaasje gekregen, dus ik hoop dat ze voldoende glazen hebben om het probleem te oplossen. Ja, dat is wel
problemen structureel op te gaan. Dus Californië zou zeggen, ja, hè, je kunt Californië eigenlijk wel vergelijken met Duitsland in Europa. Californië zou zeggen, ja, toedeloeti, we gaan naar die dokken voor dat stomme Louisiana, waar ze niks kunnen, want daar kunnen ze ook niks. Hè. Als je ooit daar bent, doe mij een lol. En bezoek niet in Amerika wat iedereen altijd bezoekt, maar ga een beetje rijden in het land. En als u toch in Louisiana bent, dan begint in New Orleans. En dan begint u met Ward 9, dat is die wijk die onder water is gelopen, weet u wel, waar Vince Domino woonde. Zijn huis staat er nog, maar hij woont er niet meer. Dan zult u zien dat in heel Ward 9 zijn ongeveer 12 huizen herbouwd. De hele rest. Er liggen nog steeds hopen met geroeste auto's. Nou, Katrina is nu 2005, dat is nu dus bijna acht jaar geleden. En er is geen pest gedaan. Een groot deel van de bevolking is helemaal verdwenen. New Orleans heeft aanzienlijk minder inwoners dan toen. Wat precies gebleven zijn, niemand die het weet. En als u dan toch in New Orleans bent, dan rijdt u gewoon Louisiana in noordelijke richting in. En dan denkt u eigenlijk al vrij snel, sterker nog in de buitenwijken van New Orleans, denkt u wel, er is iets mis. Ik ben in Guatemala, het is iets. Of een vergelijkbaar rond niet functionerend land, hoewel misschien Guatemala, ik ben er nooit geweest. Die van u is wel eens in Guatemala geweest. En? Prachtig, ja, maar dat die zijn de bomen. Ik ben toch voor de natuur gegaan en niet voor die. En voor de restanten van de Maya's en zo. Maar ja, ja maar dat is ook 1200 jaar of zo. De Maya's zijn in het jaar 800 een beetje ingestort. Dat is al, ja. Ik denk altijd, het lijkt wel of ik in Guatemala ben. Dat is voor mij de derde wereld. Het is ook de derde wereld. Ja, en dan ben jij verrast dat je je in een van de allerrijkste landen van het Westen bevindt. En je zult op allerlei plekken in de Verenigde Staten denken, hoe is het mogelijk dat het zo'n aanmoeige, totaal verwaarloze, dysfunctionele zooi is. Want dat is het. Maar ze zijn schatrijk. Maar als u in Boston bent, dan hoef je niet zo verschrikkelijk. Dan kunt u zomaar in een hartstikke rijke stad. En ze rijden allemaal hartstikke dure auto's. En er zijn prachtige restaurants. Maar kortom, lijkt Milaan wel, bij wijze van spreken. Ja. Maar nee, Californië zou zeggen, wij gaan niet Louisiana. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat de dollar al bijna 200 jaar bestaat. En dat het gewoon vanzelfsprekend is dat die transferbetalingen dat die tot stand komen. Maar willen wij dat ook in Europa? Het heeft ook voordelen. Want zolang de Spanjaarden niks te besteden hebben, kopen ze onze spulletjes niet. Want als ze wat te besteden hebben, gaan ze onze spulletjes weer kopen. Op zichzelf is de eurozone is neutraal op het punt van instroom van geld en uitstroom van geld. Import-export is het ongeveer neutraal. Dus zo gek is het niet. Maar de vraag is of u het wilt betalen. Want wij horen wel tot hetgene die moeten betalen. Dat moet ik u er wel direct bij zeggen. Waarbij we ons dan weer kunnen afvragen, hoeveel betalen we er dan eigenlijk precies voor? Hè? Want u leest altijd in de krant of u hoort van gekke Geert. Ja. Ik weet dat dat kwetsend is en de vraag is natuurlijk, mag je dat doen? Mag je een politicus zomaar uit de losse pols voor gek verklaren? En ik denk toch dat ik objectieve redenen heb om dat te kunnen en te mogen doen. Als u het op prijs stelt, leg ik het u even uit. U weet, zijn hoofdpunt, zijn belangrijkste programmatische punt, is dat volgens hem sprake is van een zeer spoedige, dramatische islamisering van Nederland. Ja. Waarbij nooit uitgelegd wordt hoe dat precies in zijn werk zal gaan. Want dan ga ik nu aan u vragen, wat is het percentage Mohammedanen in Nederland? 5%. Dus er zijn kennelijk 95% van de bevolking is niet Mohammedaans. En bij mijn weten, althans ik heb er nooit veel berichten over gelezen, is van die 95% is een enkele dwaalgeest. Heeft zich bekeerd en is naar Syrië vertrokken. Ja, die kwam uit Delft. Ik weet het wel. Nee, die
95% helemaal niet van plan om Mohammedaan te worden. Sterker nog, ze zijn blij dat ze net van de kerk afgeraakt zijn. In al te korte termijn. Het is niet alleen een Nederlands probleem, het is een Europees probleem. Waarbij ik u weer de vraag stel, wat is het percentage van Mohammedanen in Europa, in de Europese Unie? Wat denkt u? Dan moet ik eerst vragen, hoeveel inwoners heeft u eigenlijk? Had u niet verwacht dat het een soort van onverwachte overhoor is? Ja, dat ook altijd. Ik begin altijd aardig en dan maak de avond voor, dat maak ik de mensen duidelijk dat ze nergens iets van af weten. Ja. U niet heeft? Ja, hier wordt hier gezegd in de buurt. Kennelijk zijn er zonder dat ik het gemerkt heb 50 miljoen onverwachte overleden. Het zijn er ruim 500 miljoen. 504 miljoen om precies te zijn. Wat denkt u dat het percentage boven het aan is van die 504 miljoen? 4%. Ik weet het niet precies en alle illegaliteit doorheen natuurlijk, maar. Reken op 4%, dus er zijn ongeveer 20 miljoen Mohammedanen in de Europese Unie. Waarvan bovendien ook de helft in Frankrijk woont. Net goed voor die Fransen. Dus het valt nogal mee. Het valt nogal. En dan nog, zijn die Mohammedanen in Nederland, want die worden ons altijd voorgesteld als een coherente, hechte, radicaal religieuze gemeenschap. Maar zijn ze dat ook? Is het? Hoeveel? Wat is het percentage Turken van onze allochtonen? Ongeveer 30%. Marokkanen ongeveer 30%. Planten zich iets sneller voort. De Turken zijn al hele trage voortplanters. Kwesties kunnen we nu niet ingaan. En dan hebben we nog maar. En dus 800.000 Mohammedanen in Nederland, daarvan is ongeveer 300.000 zijn Turken, ongeveer 300.000 zijn Marokkanen. En dan nog 200.000 doven, die komen uit alle windrichtingen. En er is heel interessant onderzoek over waar ze de pest aan hebben. En het interessante is, ze hebben de pest aan ons, maar nog veel meer aan andere Mohammedanen. Dus de Turken hebben vooral de pest aan de Marokkanen. U kunt dat zelf testen als u een taxi neemt. U kunt zelf als een beetje zien of het een Turk of een Marokkaan is. En als u denkt, is een Marokkaan, ja, moet u niet vergissen natuurlijk. Als het een Turk is, zegt u van, wat vindt u zo van de Marokkaanse collega? Voor de aardigheid moet u dat eens proberen. En dan zijn er nog 200.000 van de kazuin, alle windstreken. Cultureel is dat heel variabel. Een Turk is cultureel geen Marokkaan. Het zijn trouwens helemaal geen Marokkanen, zoals u weet, het zijn Berbers. Het zijn mensen eigenlijk al die eerst al in een gedwongen vaderland en nu in een tweede, nou ja, gedwongen is misschien het woord niet vaderland leven, maar het is een complexe situatie. Dus ja, kan je nou iemand die beweert met droge ogen dat wij spoedig geïslamiseerd zullen worden, daarvan moet je toch concluderen dat hij zo gek als een draak is? Er is een mogelijkheid dat hij dat zelf helemaal niet gelooft. Ja. Dus dat hij zodra de deur dicht is tegen die Bosma zegt, joh, ik heb ze weer lekker mijn jetje gegeven met die islamieten. Allah Akbar. Maar ik geloof er zelf niks van. Dan is hij nog veel gekker naar mijn idee. Want dan is hij bereid om in feite een soort baan aan de man te brengen, alleen ten behoeve van zijn eigen politieke machtsvorming. Dus je moet, ik ga er dan voor het gemak maar vanuit dat hij het gelooft. Maar of hij nou het gelooft of niet gelooft, gek is hij in beide redeneringen. Zoals eigenlijk al die populisten zo gek als een deur waren. Wim Fortuyn. Ja, onze eigen Messias. Ja, hoeveel mensen dachten dat niet. Dat hij alles ingrijpend ging veranderen en nog wel ten goede ook. Weet u zijn begrafenis nog? Die naam was nog erger dan toen Beatrix ambitieerde. Ja, misschien hadden ze moeten trouwen toen Klaus overleed. Wat was dan erg, zegt jongen. Er was een man die zei op televisie, die is erger dan toen mijn dochter doodging.
Dan weet je dus wel dat er iets heel, heel wonderlijks gaande is. Hè? En toen dachten wij, ik dacht dat we er vanaf waren. Toen de Fortuin dood was daar. En u weet, toen ging de LPF van 26 naar 6. Ik denk, nou hebben ze het wel gezien, die Nederlandse kids. Kregen we Rita Verdonk. Een van de grootste variété-artiesten van de afgelopen. Weet u nog in dat passenger terminal dat ze zich presenteerde met haar partij Ton. Maar je mocht geen Ton zeggen. Ze hadden dus trots op Nederland en toen kwamen ze de maanden later achter dat als je het afkortte was het Ton. Dat was helemaal de bedoeling niet. Ja. Maar ja, dat was ze niet opgevallen. Heel merkwaardig. Rita Verdonk, ja. Maar goed, die is geloof ik wel. Ja, je weet het nooit zeker. Je hebt van die monsters, als je ze niet een houten spies doet, hartslag, dan komen ze alsmaar weer terug. En toen kregen we geen gegeerd. En wij, ja, Rita Verdonk, die heb ik altijd lichtelijk ongevaarlijk gevonden, merkwaardig genoeg. Pim had wel een zekere talent voor het zelf ironie hebben, begreep geloof ik zelf ook wel dat hij een schertsfiguur was. Maar in Geert, in gekke Geert, zit een zekere bozaardigheid. Hè? Een beetje het verdriet van Limburg, dat diep van bozaardigheid. Een soort provinciale complex eigenlijk. Uit Venlo komt die. Nou, rij daar maar zo snel mogelijk doorheen. Voordat hij maar getast wordt. En toen dacht ik, Geert natuurlijk vorig jaar een kapitale fout gemaakt door uit dat kabinet te lopen, had hij eindelijk invloed. Weet u nog, al die maffe wetsvoorstellen waar gewerkt werd, het boerkaverbod, weet u dat nog? Het dubbele paspoort. Dit zit in het kabinet waar ik ook geen ogen pet van op heb, dat moet u niet doorbrieven. Maar dat heb ik niet. Heeft in december 14 wetsontwerpen van het vorige kabinet ingetrokken. Heeft u geen idee wat voor gekkigheid ons te wachten had gestaan als het kabinet was blijven zitten. Ja, toen dacht Geert natuurlijk, ik ga de verkiezingen dik winnen met een anti-Europa standpunt. En toen liepen onze verkiezingen totaal anders dan iedereen verwacht had. Ja. Want u weet, Samson begon met 15 zetels in de peilingen van Maurice. Dus je weet nooit precies hoe zeker het is. En is op 38 geëindigd. En die arme SP'er, kom op, Mark. Ja. Emiel Roemer, die begon met 35 en die eindigde met 15. Hè. Ja, dat is een aardige man is. Hè. Ja. Het is uw schuld, ik bedoel, ik heb maar niet. Ik had er niks mee, dus ik voel me niet verantwoordelijk. Dus, u moet het ook een beetje gedaan hebben, ik kan haast niet anders. En waar laat dat natuurlijk aan? Aan het feit dat er na enige. Weet u het eerste debat nog? Dat was het zogenaamde minister-presidentendebat. Waar Geert ook aan deelnam, dat je denkt, grote God, waar moet ik heen als die minister-president wordt? Hè? Ik geloof dat ik maar naar Mekka emigreer, dan kan erger kan niet worden. Ja, en wie zat er dan nog meer bij? Samson was erbij, Emiel was erbij en Rutte was erbij, als ik het goed tel nu. En daar ontstond eigenlijk een wonderlijke zaak, want Emiel Roemer deed het veel slechter dan we allemaal gedacht hadden. Althans, dat zeiden de beoordelaars, waarvan je altijd denkt van ja, wie waren de beoordelaars, weet u nog, van het tweede scherm. Hè? Op het tweede scherm. En er werd ook gemeld, ja, op het tweede scherm zeggen de twitteraars geloof ik dat Emiel het niet goed doet. Nou, dat vonden ze in de studio vond niet goed, ze deed het niet goed. Terwijl Samson deed, dat moet gezegd worden, heel behoorlijk, want hij speelde de staatsman en hij werd niet boos. En Rutte zat natuurlijk stond op het verkeerde been, omdat zijn hele campagne was gericht op Emiel Roemer. Want die zat al die maanden op 35 gestaan. En ineens viel Roemer weg. En kwam Samson op. En toen dacht het links-Nederland, dacht we stemmen allemaal op Samson om Rutte uit het torentje te houden. En aan de rechterkant dachten ze, kan niet verdommen. Hoeveel we ook van Geert houden, we stemmen allemaal op Rutte om Samson naar het torentje te houden. En wat hebben we nu? Een torentje met dubbele bezetting. We zitten echt met een gebakken pier. En toen hebben ze nog dat suffe besluit genomen het met z'n tweeën te gaan doen.
ja, wat waarschijnlijk niet kan worden teruggedraaid. Ik zeg dat met vol zelfvertrouwen. Ik zei het die avond bij Pauw Witteman ook. Zult u zich niet meer herinneren. Maar ik natuurlijk wel. En ik werd daar gewoon weggelachen door de deskundigen. Kijkt u maar even op een uitzending, mis, dan zult u het zien. De deskundigen wisten het beter. Houdt u zich dus altijd aan mijn adagium. Vrijwel alles wat deskundigen zeggen is geloof. Echt waar, dat verzin ik niet. Er is in Nederland ook een prachtig boek verschenen van een meneer Kahneman. En dat heet Thinking Fast and Slow. En in dat boek zit een hoofdstuk wat gebaseerd is op weer een ander boek van een meneer Tetlock, Philip Tetlock. Philip Tetlock heeft 25 jaar lang uitspraken van deskundigen op financieel en buitenlandspolitiek strategisch gebied gevolgd. Om te kijken of het een beetje klopte. En u begrijpt al waar dit heen gaat. U kunt veel beter met de dobbelstenen gooien dan naar de, of de astrologie-rubriek van de Viva lezen. Die vrij betrouwbaar is als het gaat om de toekomstvoorspelling. En dat is ook maar over een week. En u weet, ja, bent u blond, ontmoet u een interessante donkere man. Bent u donker, dan ontmoet u een beeldschone blondine. Die allebei merkwaardig genoeg heel goed in de slappe was zitten. En graag bereid zijn om u op vrij korte termijn reeds een sportwagentje aan te bieden. Man of vrouw kan niet boemen. Ja, dus hoed u voor de deskundigen. En ja, wie zijn de deskundigen van de afgelopen jaren? Dat is juist zo merkwaardig. Daar begonnen we mee. De economen hebben het neoliberalisme op het schild geheven. Dat heeft uiteindelijk geleid tot die immense kladderadas van de kredietcrisis die wij liever nu vanavond na uitleg de bankencrisis noemen. Het is een bankencrisis. Het is niet uw kredietcrisis, het is een bankencrisis. Dat u misschien ook problemen met het krediet heeft, ligt aan de bank. Dezelfde bank die u 7 jaar geleden nog een tophypotheek aanbood op uw nieuwe kippenhok, hè, die is nu niet bereid om u bij wijze van spreken, als u een kist vol goud heeft gevonden, een voorschotje te betalen. Hè. Nee meneer, daar beginnen we niet aan. Nee, dat lijkt wel Donald Duck. Een kist met goud, dat kan niet deuren. Nee. Dus het is ook altijd hollen of stilstaan. We kunnen een soort mate, daar zijn we feitelijk niet toe in staat. Diezelfde economen die ons deze ramp gezonden hebben, hebben die ramp niet zien aankomen. Herinnert u zich iemand die u een jaar of twee van tevoren zei van ja, liquideer de boel maar, want het gaat helemaal van. Een enkeling heeft dat gezegd. In Amerika, meneer Rubini en Paul Krugman tot op zekere hoogte, die werden versleten vooral voor linkse oproerkraaiers. Slappe zwartkijkers. Die werden gestopt van aan, maar het is wel gebeurd. En nu is het heleboel in elkaar gestort in die bankencrisis. En zijn de economen nu helder en duidelijk over wat er moet gebeuren? Nee. Want de ene club zegt flink investeren, hè? Flink in. En de andere club even zelfverzekerd zegt van zuinigheid is het waarom. Hè? Flink afknijpen, hè, als ze dat kippenhok, Dus en dat is ongeveer 50-50. En eigenlijk zeggen ze allemaal op dit moment ook, nou, de volgende 10 jaar, het zit er niet in, en we gaan nog hele dunne, schrale jaren tegemoet. Ik hoorde laatst zelfs iemand zeggen dat we zouden terugvallen naar het najaar van 2007. Ik weet niet of je zich dat nog herinnert. Die weten dat we niks te eten hadden. Ik had zo'n houtkachel in de productie voor de auto. En zo'n houtgaskachel. En wij hebben de gordijnen van de muren gehaald. Daar heeft mijn vrouw deze broek aangehaald. Dus als u denkt van een rare broek, dan weet je hoe het komt. Het was de enige manier om de gordijnen ervoor in te zetten. Je kunt moeilijk met blote benen op mijn leeftijd door de lezing gaan houden. Hè. Dan is het al heel snel dat er helemaal niemand meer komt natuurlijk. Als in de krant staat dat hij met blote benen opereert. Ja, 2007, wat een dramatisch jaar. Hè. Ja, het was erger dan de hongerwinter, weet u nog wel. Ja, dus we zijn eigenlijk, de economen hebben geen idee. Weten zij of de komende 10 jaar niet goed zullen? Daar hebben ze geen idee van, dames en heren. Ze gaan er een slagje naar.
Je zit in zo'n programma. Van Nieuwkerk vraag je, waar gaat het heen? En dan, ja, dan moet je wat, ik weet niet zeggen, ik heb geen idee. Dat is geen pop bij de televisie. Nee, dan word je niet meer uitgenodigd. Bij de televisie, maar één onderwerp wat men interessant vindt, nou, wat gaat er volgende week gebeuren? Ja. En dat is nou juist precies wat niemand weet. Ik ook niet. Ik weet het wel vaak veel beter dan het. Nou, dat heeft te lang genoeg geduurd. We hebben denk ik alle grote thema's wel zo'n beetje behandeld. We zullen nu een kop koffie drinken en daarna mag u nog een half uur vragen stellen wat mij betreft. Over alle onderwerpen onder de zon. Als ik ze niet kan beantwoorden, dan geef ik een heel ander antwoord. Dus dan is het ook een hele grote vraag. Dank u wel. Ze zei dat ik aan mijn truc bezig. Hallo. Kunt u mij allemaal horen? Oh. Wat moet je doen? Ja, u ziet luisteraars hier. Als u nog een lollige kerstlezing wilt doen, dan ben ik graag bereid een uurtje over geluidsinstallatie te komen spreken. Er is zo'n enorme ervaring mee opgedaan. En er zijn eigenlijk nauwelijks plekken waar die dingen het behoorlijk vinden. Terwijl de hele simpele technologie is, zou je zeggen. Maar nee. Ja, gaat uw gang. U mag vragen stellen. Ja, ik ben u bezig. Ik kan ook nog wel. Gaat uw gang. Nou, dat kan het. Ja, de vraag is, zal ik hem even herhalen voor alle zekerheid. De slotvraag althans, ten eerste bedankt meneer Lans voor de intelligentie en welbespraaktheid van Wesley Snijder. Ik dacht niet ook voor zijn vriendin, of dat is niet helemaal duidelijk voor. Of u dat ook denkt van zijn vriendin? Ze weet wel wat ze wil. Daar kunnen we wel mee leven. Maar de slotvraag van de ene was: wat is de functie van het bekende Nederlanderschap? Laat ik op dat punt met een anekdote beginnen. Op een goed moment werd ik door de televisie, want dat is het enige instrument waarlangs je het bekende Nederlander kunt worden. Want dat betekent dat er gewoon, je zou een soort berekening kunnen maken als gedurende 4 weken elke dag 1 miljoen mensen naar je kijken, dan ben je zo'n beetje een Nederlander geworden. Dan moet wel een beetje herhaling in zitten, want ze vergeten je even snel als ze je oppikken. En dat was bij mij het geval geweest in tijden van de eerste golfcrisis. Dus in 1991 speelt zich dat af. En ik kocht al 25 jaar bij de groenteboer om de hoek mijn groenten. En bijna altijd deed ik ook zo'n bakje champignons. U kent die blauwe bakjes wel, weet je wel, met waar die dingetjes dan in zitten. Dus ik greep naar zo'n bakje, dat stond daar in die toonbak. En zei, nee, meneer Rossen. U krijgt een vers bakje. Wat psychologisch niet handig was, want hij gaf daarmee toe. Want daar stonden er allemaal bejaarde bakjes waren. Waar de schimmel al over had, zal ik maar zeggen. En ik was dus 25 jaar opgelicht. En nu, maar dat is eigenlijk een grote trek in het bekende Nederlands.
voortdurend een vers bakje krijgen. Dat ze aan de telefoon zeggen, de Van Rossum. En dan zeg je ja, en dat scheelt enorm in het tempo waarin je doorverbonden wordt met de persoon die je graag zou willen spreken. En het heeft natuurlijk allerlei andere nuttige. Ik denk ook dat, waarom dacht u dat er op al die boekjes van mij die in dat hoofd van mij staat? Dat komt omdat mensen toch kopen op basis van, oh, het is die vent van tv. Ja, je hebt ook mensen die wel, heel veel mensen in Nederland hebben wel een idee, of ze hebben je wel eens gezien. En dan zeggen ze, ja, ik herken u, ja, ik ken u wel. U bent Jan Mulder. U bent Jan Mulder. En dan kun je praten als burgerman. Maar, nee. Ik heb ook wel een tijdje dat mensen zeggen, ja, ik ben toch die man van tv. En ik had ineens mijn broer, die lijkt sprekend op mij. En daar trappen ze altijd in, oh, neemt u mij niet kwalijk, omdat dat moet dat vervelend zijn, dat u altijd voor uw broer wordt aangekomen. Dat is niet fijn, dat kan ik u zo zeggen. Maar daar ben ik ook mee opgehouden. Je hebt eigenlijk in grote trekken weinig nadeel van. Behalve dat je soms volstrekt ongeremd wordt uitgescholden met internet. Ja, dat weet je, dat zo gaat. En je weet dat het is een open riool. En dat kan al vergaren wat daar opereert, is relatief hoog. Maar voor de rest heb je er niets dan voor. Ja, ik denk dat die boekjes van mij, die zouden, nou, daar zouden er maximaal een paar duizend van verkocht worden. En nu wordt het tienvoudige verkocht. Dat is toch mooi meegenomen, want je hoopt dat mensen het lezen. En zeggen, goh, wat kan je toch ontzettend leuk formuleren. He, dat hoop je. Of dat ze er eigenlijk iets van opsteken. Dus ja, ik zou in grote trekken zeggen, mensen die erover klagen, die staat altijd de optie open om ermee te stoppen. Ik denk, als je 2 jaar niet op televisie verschijnt, ben je volledig terug in de anonimiteit. Dus je kunt er gewoon mee ophouden. En je hebt er wel degelijk voordeel van, ik kan niet anders zeggen. Oh. Ja, dat is anders bedoeld. Oh. U heeft het nu over wat het voordeel is. Ja. Voor degene die de kennis Nederland heeft. Ja. Kan ook heel vervelend zijn. Maar goed. Ik bedoelde dus wat de functie maatschappelijk is. Ah, van celebrity, ja. Dat de celebrity, hadden dus de heilige, hè, in de kerk. Mooi, de heilige is er geen nog. Toen dacht ik opeens, het werd eigenlijk vervangen door de acteurs. En we hebben bijvoorbeeld in Amerika... Filmster. Filmster. Ja, filmster. Dus het is de stars. Die maken dan eigenlijk, ja, die vervangen eigenlijk de heiligen. Zoals bijvoorbeeld zeggen, ja, mevrouw zegt dat heiligen dood zijn, maar er zijn ook heiligen die leven nog. Ja, dat is weer een beetje van een lage. Ja, ik denk dat de... Ja, ten eerste moet u zich realiseren dat celebrity is niet iets nieuws, maar kwam in de oudheid ook voor. Ja, dus degene die in Griekenland de Olympische Spelen wonnen, ja. Dezelfde sport als nu, hardlopen, discus werken, nou ja, zo'n beetje die atletiek sporten. Ja, er zijn nu wel sporten die hadden ze nog niet, maar veel hadden ze wel. En dat waren echte celebrities, die ook ze kregen een kransje op hun hoofd. En ze konden er ook, laten we zeggen, ze konden het uitmelken, het leverde iets op. Ik denk dat er een enorme behoefte is aan helden. Ja. Ik trad laatst op een avond samen met Epke Zonderland. Op zichzelf een hele eigenaardige combinatie. Vooral omdat de verschillen in bicepsomvang wel zeer opvallend zijn. Ik hoop ze een alleraardigste intelligente jongen te zijn die medicijnen studeerde. En goed had nagedacht over wat hij precies met zijn leven wilde. Maar wat mij ook opviel, was dat tenslotte stond er een lange, lange rij van met name jonge vrouwen die met hem op de foto wilden. En toen ik alweer instapte, stond hij nog steeds. Dus het is een behoefte aan helden. En kijk, vroeger woonden we in een dorp, in een relatief kleine gemeenschap. En daar ongetwijfeld de burgemeester en andere rolshots in zo'n dorp, zoals dat altijd geweest is. En nu hebben we geen... De televisie
is eigenlijk het instrument waarmee we van 17 miljoen mensen een dorpsbevolking kunnen maken. Want we weten allemaal wie het zijn. Als ik het over Wesley Snijder heb, dan zegt er niemand tegen zijn buurman: Wesley Snijder, Jan Smit, waar is die vent? Jan Smit. Iedereen weet wie dat zijn. Ook als je er de pest aan hebt, ook als je het liever niet zou willen weten, iedereen weet wie het zijn. Iedereen weet zelfs wel dat het Amerikaanse celebrities zijn. Lindsay Lohan, Britney Spears enzovoort. Ik heb één keer bij een lezing, was een man in Friesland boven de 80 die niet wist wie Lindsay Lohan was. U weet het ook niet. Wie weet niet wie Lindsay Lohan is? Alle dorp. Interessant. Nee, alle dorp. Gewoon alle dorp. Nou, dat weet ik zelf ook niet. Dat is het probleem. Ja, ik denk dat het zoiets is. Het zijn helden. Het zijn een soort gemeenschappelijke bekenden. Interessant is ook als ze begraven worden dat er een soort collectieve rouw lijkt te zijn. André Hazes. Wordt begraven, nou daar heeft de hele bevolking een traanje bouw. Ik dan heeft er een traantje bij weggepinkt. Ik was niet zo'n Hazes-liefhebber, moet ik u eerlijk bekennen. Dat hele model. Als we gewoon zouden dat niet af konden spreken om Nederland dus 10 jaar niet te zien. Ja. Is dat niet mogelijk? Grote God, waar krijg je daar genoeg van? Hè? En dan zang, wedstrijden, en nu was er dan weer voor kinderkanker. Dan dacht ik, wil best geven, maar dan moet die lui ophouden met zingen. Ja. Dacht ik bij mezelf. Ja, zo'n kinderachtige gedachte heb ik. Mijn vrouw corrigeert me altijd, maar dat helpt na al die jaren ook geen pest. Ja, ik denk dat het zoiets is. Ik denk dat het een soort bindende functie heeft. Ik denk wel dat de ene groep van Nederlanders andere celebrities heeft dan de andere groep van Nederlanders. Ik zou maar zeggen, Rudy Kousbroek, zalige nagedachtenis, was voor sommige Nederlanders een celebrity. En de meeste Nederlanders hadden nooit van hem gehoord. En zo kun je nog wel andere... Maar er zijn celebrities die we allemaal kennen. Hè? Met aan de top natuurlijk... Onze lieve, empathische koningin. Die aandoenlijke schatten bouwt. Die mega hondenliefhebber het is. En dat zo'n hondje dan ook nog in zo'n tunneltje blijft. Op Huis ter Bosch. Hè. Zelfs zo'n klein hondje, dat moet wel een heel lullig tunneltje geweest zijn. Ja, dat is de grootste celebrity. Dat is ook de hoofdfunctie, denk ik, die het koninkhuis nog heeft. De meeste Nederlanders hebben van de staatsrichtelijke aspecten werkelijk totaal geen kaas gegeten. Maar ze vinden het wel, nou ja, het staat in de bladen en houden ze nou van elkaar, die Willem-Alexander. En is het nou inderdaad zo, als je zo ziet lopen, Willem-Alexander en Maxima, denk je van, hij heeft echt helemaal geen klap te vertellen. Zijn hun te tenten. En dat hadden we toch totaal niet verwacht dat we uiteindelijk zelf een Argentijnse dictator zouden maken. Dat is totaal nieuws. Want hij heeft iets kwetsbaars. Hij heeft iets. Hij zit niet echt goed in. Ja, allemaal leken psychologie. Maar het is even het feit dat u hangt aan mijn lippen van deze beschouwingen. Dat slaat verder nergens op. Het doet er ook geen klap toe. Misschien is het ook wel helemaal niet waar. Maar zoiets is een soort... Je creëert met celebrities ook een soort gemeenschap. Ook als het volstrekt een stuk onbenul zijn. Omdat de onbenul als celebrity is natuurlijk voor de meeste Nederlanders, of voor Amerikanen, de enige manier om als onbenul toch nog wel op geld te verdienen is als celebrity. En kennelijk is er ook in de celebrity wereld een vrij aanzienlijke behoefte aan onbenullen. Want je weet dat er, die weet de Snijder is volgens u nou een denker van formaat. Maar ik zeg dat met de beste bedoeling. Maar je weet dat er ook heel onbenullige celebrities zijn. Dus we hebben van alles en nog wat nodig. Zoiets is het. Het bevordert het gemeenschapsgevoel, vreemd genoeg. Maar er is vrij veel geschreven over celebrities. En je hebt dat idiote boekje van Diderot. Ja, ik denk, wat is het bedoeld trouwens?
Ik heb zelf ook in het Engels gelezen. Dus. En Neveu de Rameau is een neef van de bekende componist Rameau. En de hele thematiek van het boekje is eigenlijk hypermodern. Het is geschreven in 1760 of zo. Hij wil beroemd worden. En de enige ambitie die hij heeft is beroemd worden. Dan wil hij ook, als het toevallig nodig is om te leren fluiten, wil hij dat ook wel leren. Maar dat fluiten interesseert hem eigenlijk geen klap. Het enige wat hij wil is beroemd worden. En dat is ook een aspect daaraan. Dat je dat roem ook een soort, ik weet niet precies, ja, dat komt dan in, kent u dat verschijnsel van de cargo cult in het voer te ver. Maar dat is over celebrity veel geschreven. Er zijn veel kinderen die over ons zullen worden. Ja. Kan ik ook niet zijn. Ja. Ja, dat weet ik ook niet. En dan wordt hij al eigen hobbeld op de eerste rij, dat kinderen vaak beroemd willen zijn. Mijn zoon zei altijd dat hij voor zijn 30ste miljonair wilde zijn. Dat is weer een heel ander. Het is niet gelukt. Het is niet gereikt. Het is natuurlijk flauw dat ik dan regelmatig per week, één keer per week zo opbellen van zeg, hoe zit het daar? En het lolligste was dat hij wou ook zelfstandig zijn. Hij wou zelfstandig consultant worden. En laat hij nou toch net voor de SNS bank werken. Ik kon niet laten om hem op te bellen. En ze zeggen, zeg, je bent ambtenaar geworden. Nou, hij was wel in zijn wiek geschoten hoor. Oké, de volgende vraag. Ja, u? Ja, wat is het mooiste wat hij zelf ooit heeft gelezen? Of heeft hij hem nog gelezen? Het mooiste, ja, dat zijn van die vragen waar ik geen antwoord op heb. Ik heb, maar het laatste boek wat ik gelezen heb was Seven Pillars of Wisdom van T. E. Lawrence. Dat is die Engelsman die, waar u waarschijnlijk de film van heeft gezien, maar heeft ook een dik boek geschreven. En die eerste 250 bladzijden is niet om door te komen. En daarna is het een magnifieke avonturengeschiedenis. Die ik u warm. Als u iets over kamelen wil leren, dan is dat een hele boek. Ik kan u daar, ik zou nog een hele lezing over kamelen kunnen geven. Ook over het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke kamelen. Want dat is feitelijk deugd alleen vrouwelijke kamelen om op te rijden. Ja, ik kan daar ook niks aan doen. En je hebt rentkamelen en lastkamelen. Dat is echt ongelooflijk. En wat heb ik daarvoor gelezen? Die Blechtrommel van Günter Grass, een schitterende roman. Ik blijk over de jaren heen een grote voorkeur te hebben voor zeer omvangrijke en enigszins fabulerende romans. Want ook T.E. Lawrence, dat gaat zogenaamd over de werkelijkheid, maar schijnt dat hij er ook nog flink wat bij verzonnen heeft. En die Blechtrommel is natuurlijk een wonderlijk boek. Maar je zou kunnen denken aan 100 jaar eenzaamheid van de Marques. Dat is ook een fenomenaal boek, werkelijk echt ongelooflijk. Dat kan ik, ja, kan helemaal. Moby Dick. Ja, je moet een beetje doorzetten, hè. De mensen zijn dan vooral, je hebt ook mensen die waarschijnlijk in Kees van Koot al een bladzijde 30 denken, nou, is de wereld daardoor al begonnen. Hè, dat je moet een beetje doorzetten. Maar grote, dikke boeken die een soort complete wereld oproepen en ook lichtelijk absurdistisch zijn, of bizar, of wat u ooit wil lezen, dat vind ik wel erg, lijk ik enorm aantrekkelijk te vinden. Maar goed, het is heel jammer dat u daar nou zo naar vraagt. Maar nu kom ik heb in een twee jaar geleden heb ik het Oude Testament compleet gelezen. En in deze afgelopen zomer het Nieuwe Testament, wat natuurlijk een stukje dunner is, met 1000 bladzijden. En de oude is 3000 bladzijden complete waanzin, kan ik u zeggen. Maar wel boeiend om te lezen. En wat blijkt eigenlijk, dat de meeste christenen het nooit gelezen hebben. Ook geen flauw idee hebben wat erin staat. Nou, en dan kun je ze enorm mee jennen en drijven. Ik heb daardoor al een hele handige opvatting opgedaan. Dat kan ik u ook warm aanbevelen. Ja, dat wou je nog weten. Het mooiste wat ik ooit... Ja, wat is het? God, je kinderliteratuur natuurlijk, omdat je zo ontvankelijk bent voor verhalen als je een kind bent en helemaal nog die lullige kritische geest nog niet hebt ontwikkeld van, dat kan helemaal niet. Heeft die wel, maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Een pratende rat en een mol, dat is uitgesloten. Ik vond de Winnie de Pooh geweldig. Ik vond de Wind in de Wilgen geweldig. Ik heb... Dat mag je onder intellectuelen helemaal niet zeggen, dus ik zou het op prijs stellen als het niet in de krant kwam.
Ik heb in de Band van de Ring gelezen toen ik een jaar of 14 was, denk ik, toen het net uitkwam in de vertaling van Max Schoenhardt, die daar terecht de Nijhoffprijs voor gekregen heeft. Al vond ik me wel een beetje lullig dat hij in het Engels Baggins bleek te heten, terwijl hij in het Nederlands Balings heet. Maar goed, ik vond het geweldig. En ik vind het eigenlijk niet meer hard, nog steeds geweldig. It's a great story. Kun je zeggen, het is fascinerend, en het is dat, wat is dat voor een raar dwergenverhaal, en weg ermee en zo, maar ik vind het geweldig. Maar ja, moet je dus, dat heb ik, stel ik wel op prijs, dat als iemand vraagt, wat zei hij nou, dat u dan zegt, nou, het oude test, niet waar het echt een ding, en een beetje de wereld niet goed. Ja, u. Ja, u staat er onbekend dat u de problemen, demystificeert, tot een essentie kunt terugbrengen. Is er nou wel eens een politicus die aan de lijn hangt en zegt van Rossum, kom eens een ochtendje langs om er wat bij te praten over bepaalde problemen, want je hebt soms het idee dat ze dat wel kunnen gebruiken. Ja, dat heb ik ook heel vaak. Ze komen, ze bellen nooit. Sterker nog, de politiek bestaat voor een belangrijk gedeelte juist uit het mystificeren van problemen. En uit het suggereren dat dingen van immens gewicht zijn. En als het niet gebeurt, dan is het einde der tijden nabij. En zullen we spoedig in een enorm diepe afgrond vallen. Wat vaak te kennen, maar niet waar is. Neem een probleem waar ik niets van begrijp. Dat gelul over Noord-Korea. Ja, dat is een land wat door vol complete gek is overgenomen. Ik bedoel, alleen die nieuwslezer is al eens zo druk. Tot mijn verbazing zei mijn eigen vrouw gisteravond, zei van, moet ik dat nou serieus nemen? Dat er een kernoorlog komt en nou ja, heel Azië in de fik en allemaal dat soort van praatjes en die raket. Dat ze daar een atoombom op monteren die dan zomaar naar San Francisco vliegt of nog verder. En toen zei ik, nee, dat is gewoon volstrekt de totale flauwekul. Ze hebben helemaal geen bom die je op een raket zou kunnen monteren. Daar zijn we niet sprake van. Waarom zouden ze dat in godsnaam doen? Want als ze het zouden doen, dan is dat het einde van Noord-Korea. En bovendien ook het einde van het regime. En van bijna alle Noord-Koreanen ben ik bang. En bovendien zit het hele geheim van Noord-Korea zit in China. Het is China wat Noord-Korea overeind houdt. En er ook voor zal zorgen dat ze geen atoombommen afschieten, zelfs als ze hem zouden hebben. Misschien hebben ze een device, zoals dat heet. Dat betekent een ding wat ontploffen kan. Maar dat is iets totaal anders dan de fameuze kofferbom. Een relatief klein wapen wat transportabel is. Als u denkt aan een device, dan moet u terugdenken aan 45. Dat ding wat op de toren was gemonteerd. Ja, ik zie u verbaasd kijken, straks even opzoeken. Eerst de nucleaire explosie en dan een fotootje erbij. En op mijn huid enzovoort. Dus nee, is een reden. Waarom het nieuws altijd die flauwekul laat zien, is me een raadsel. Dit spel speelt Noord-Korea nu al 30 jaar. Hè? Met die rare van dat dit wordt oorlog, ondanks. Het is een doodsbang republiekje waar een groot deel van de bevolking permanent honger heeft. En nogmaals, zonder voedselhulp en energieleveranties van China zou het al lang niet meer bestaan. Maar China ziet er voordelen in strategisch om het overeind te houden. Omdat als dat natuurlijk ophoudt, dan zal er vroeg of laat een fusie tussen Noord en Zuid tot stand komen. En dat zou waarschijnlijk wel een betrekkelijk lange, vrij getrobleerde fase kunnen geven. Waarom de verschillen tussen Noord en Zuid-Korea veel groter zijn dan tussen de DDR, de eenmalige DDR, het bekende arbeidersparadijs en de Bondsrepubliek. Dus dat, maar het stelt niks, het is onzin. En dat vind ik ook wel een groot probleem met de media. De media presenteren het gewoon zonder enige vorm van commentaar. En dat is jammer. Dat zouden ze eigenlijk wel. Ze zouden uitleggen dat het onzin nog beter zou ik zeggen. Doe gewoon 5 jaar geen nieuws over Noord-Korea. Klaar en scheef. Dan houden ze ook op met die lulpraatjes. Ja, dat zijn voor mij raadselachtige dingen waar ik niets van begrijp. Ze zijn niet te beïnvloeden, nee. Maar dat is ook bij gek in een gekke huis, die zijn niet te beïnvloeden. Je moet ze eten geven en net zitten. Dan kijk je door het kijkgaatje naar binnen. Ik wou al een hele tijd een vraag stellen. Ja, als u er
Willem-Alexander mocht interviewen. Wat zou ik aan hem vragen? Ik denk niet dat de Rijksvoorlichter dat doet. Leuk idee zou ik hebben. Stel dat. Wat zijn die vragen aan ik weet je wel eens een beetje hoe hij erover denkt, namelijk dat hij het niet van harte doet. We hebben jarenlang moeten lezen dat hij liever jumbo-piloot was geworden. En net als zijn opa, die dat ook beter had kunnen worden, denk ik. En dan, misschien zie ik dat erin, dat hij... Hij zal mij niet gaan uitleggen dat hij zich niet 100% happy voelt. Maar ja, dat je niet kunt zeggen, ik heb er helemaal geen zin in, want dan zijn die broers te klos. Dus dat in die zin... Wat natuurlijk een heel vervelend dilemma is, als hij ermee stopt. Hij wist ook wel dat die broers er ook niet verburen hadden. Hè. U moet zich voorstellen dat hij nu tot het einde van zijn dagen, tot hij ook 70 is of zo, moet hij elke ochtend vroeg op in die regeringsbus. Hè, en dan weer een lintje gaan knippen in Haringsveld, Giessendam, waar een nieuw jeugdhonk geopend wordt. Hè. En dan moet je daar belangstellend rondlopen. Interessant. Wie het feest. Boeiend, meneer de Beur. Dat is verschrikkelijk. Terwijl je al die tijd loopt te denken van een lulhans. Wat een stomkloop jeugdhonk. Dan ben ik blij dat ik niet in dit jeugd. Nou ja, dat loop je te denken mee. Zeg. Dat is, moet iets verschrikkelijks zijn. En dan mag hij nog blij zijn dat hij niet zo'n pijltje bloemen bij zich hoeft te hebben. Zoals zijn moeder, 50 jaar of hoe lang was het, 32 jaar bij zich heeft gehad. Hè? Maar dan de leuke mop was dat er afstandsbediening van Klaus erin zat. Blauw, blauw, blauw. Ik kan nooit klagen met eigen leven. Dus ik weet het niet wat ik hem zou vragen. Ik vind het een tragische man. Hij, ik geloof niet dat het een half vier is, maar dom is die helemaal niet, lijkt mij. Hij is redelijk bij de tijd. Hij is erin geslaagd om een heel aardige vrouw te vinden, wat op zichzelf ook al voor hem pleit natuurlijk. Bij haar weet je natuurlijk nooit of het gold digging is of dat ze hem echt aardig vindt. Ja, dat is altijd het dilemma bij dit soort van personen. Ik heb medelijden, laat ik het zo doen. Ik zou er geen buffen hebben. Ja, ik zou abdiceren. En dan hoop ik ook dat Jan Mulder zegt, nou, ik heb een traantje weg. Wat was ze mevrouw, die stierf. Vreselijk. Dat we hem moeten missen. Zijn empathische vermogens. Hè? Zijn liefdevolle commentaar op een gebroken wereld, dat is toch... Ja, dus, ja ik heb meelijden met hem. Dat is het eigenlijk. Anders kan ik even Beatrix Grote erin. En in die zin had ik ook geen medelijden met hem. En moet ik ook pijnlijk hebben gevonden dat ze ook van de allerlaatste verantwoordelijkheden beroofd is door ons. Maar hij, ja, ik weet niet of hij erin gelooft. Het is vrij raadselachtig eigenlijk. Als ja. Joop den Elden monarchie moet laten klappen, vindt u? Nee, dat had hij beter niet kunnen doen. U heeft de vraag, neem ik aan, verstaan, had Joop den Uyl de zaak moeten laten klappen door de Noordrop-affaire te onthullen. Het is natuurlijk een doodzonde voor een minister-president dat hij dat onder de pet gehouden heeft. Maar het had natuurlijk geleid tot een constitutioneel, want u weet wat de consequenties waren. Dan had Feiten Bernhard, die was juridisch vervolgd, dus die was voor het gerecht gebracht. Juliana had al gezegd dat mocht dat ooit gebeuren, dan zou zij appliceren. En haar dochter had gezegd, in dat geval ben ik niet bereid om op te volgen. Dus in feite, Willem-Alexander was toen 4 of 5, of zo in die geest in ieder geval. Daar zou een regent voor hebben moeten worden. Dat... En u begrijpt wie de schuld zou hebben gekregen. Niet die Duitse oplichter. Niet die schetsfiguur. Die kletsmajoor. Ja, u weet wie ik bedoel. Ferrari-rijder. Die niet. Joop den Uyl had de schuld gekregen, dat voelt u wel. En de Partij van Arbeid die was voor 10 jaar de klos geweest. Die had ik ook de schuld gekregen. Zie je wel, het zijn die vuile klote socialisten. En hadden we die zo'n die Benno, dat is toch een herfst. Ik ben er opgegroeid met het idee dat de Tweede Wereldoorlog alleen gewonnen is omdat we Benno aan de goede kant hadden staan. Ja, ze konden zo goed vechten dat had een Duitser nodig om. En daarna werd ons wijsgemaakt dat we nog geen klomp zouden exporteren als Benno niet eerst de zaken ging behartigen. Overal wereldwijd. Ja.
En op wat voor manier? De lokale dames vooral. Nou ja, ik heb eigenlijk merkwaardig genoeg een dikke pennohaaf opgepikt in de loop van mijn leven. Ik zal niet zeggen dat ik leedvermaak had, maar het doet me wel genoegen dat we er uiteindelijk achter zijn gekomen dat die was wat ik altijd al gedacht had, namelijk gewoon een ordinaire Duitse oplichter. Ja, ik zie dat het u moeite kost om dat te aanvaarden. Nou, dat vind ik wel leuk. Nou kijk, ik zou er niet voor zijn dat de president, het gekozen staatshoofd, dat die politieke verantwoordelijkheden zou hebben. Dus je kunt me beter vragen, wat zou ik doen als ik minister-president zou worden? Dan zou ik toch denk ik nieuwe verkiezingen uitschrijven. En ik zou hopen dat dat zou leiden tot een brede coalitie die degene die de dingen moet doen die er gedaan moeten worden. En daarbij heb ik ook tegen een aantal plannen van het zittende kabinet zodanige bezwaren dat die niet in een nieuw regeerakkoord terecht zouden komen. En dat betreft, naar mijn idee, deels onverantwoordelijke bezuiniging op de AWBZ. Hoe je kunt zeggen dat vrienden, kennissen en mantelzorg dat allemaal gaat oplossen, daar begrijp ik niet precies van. Ja, mantelzorg of familie is het. Je moeder zal maar 30, 80 kilometer verderop wonen, dan is dat heel lastig te regelen. Of aan een dementeringsproces beginnen waarvan je nog niet weet hoe ver het eigenlijk voor. Je onderschat dat bijna al. Nou, allemaal problemen die op dit moment mijn zin die schromelijk onderschat worden. En daar ben ik ook nog tegen de samenvoeging van de provincies. Hoe je op zo'n heilloos onzinnig idee kunt komen is mij een raadsel. Hoe zo iemand als die Plasterk, die man die was een groot onderzoeker. Die man die hing tegen het Nobelprijsniveau aan. En die voert deze infantiele leuterkomperige onzin van de VVD uit vanwege het regeerakkoord. En dat alle gemeentes 100.000 inwoners moeten hebben. En waarom moeten ze dat hebben? Vanwege dat Satans geschenk wat de regering ze stuurt. Namelijk al het beleid wat afgestoten wordt naar de gemeentes. Waarbij dan ondertussen 30% van het budget verwijderd wordt. Omdat de jeugdzorg dan, dus die komt dan. Waarom kan het wel voor meer, veel minder geld? Omdat het veel dichter bij de mensen. Het scheelt enorm. Als je veel dichter bij de mensen bent, dan kun je rustig met 30% minder budget doen. Of denkt u laatst, sorry, moet het al afgelopen zijn of niet? Nou, heel even. Ja, laatst keek ik naar Buitenhof. Ik raakte vaak van in coma, maar nu was ik toch bij, is dat niet raar? Dat is nou een inhoudelijk goed programma, wat op verantwoorde wijze gemaakt wordt. En daar denk ik altijd van, hoe krijg je zoiets verwekkends voor elkaar? En nu hebben ze dan eerst nog een interview met iemand en daarna komt er een geleerde die de krant voorleest. En ik had te denken, nou ja, die kan ik nou zelf ook wel lezen. En daar hoef ik helemaal niet een deskundige voor te hebben die mij vertelt wat er in de krant staat. Ik vind dat zonde van de tijd. Maar goed, dat hebben ze uitgevonden. Maar nu zat de Schipper, van de Volksgezondheid. En Pieter Jan Hagels, geloof ik, was de interviewer. En toen zei Schippers, ja, ze gingen ook nog 1,5 miljard bezuinigen in de gezondheidszorg. Zodat je veel meer medische contacten met het internet zou kunnen uitvoeren. En in plaats dat die Hagels zei, oh ja, hoe stelt u zich dat precies voor, mevrouw Schippers? Dat zei hij, oh ja, want zodra je internet zegt, hè, je hoeft er maar Facebook aan toe te voegen, nou dan zit je, is alles in orde, Facebook, dat gaat alle wereldwijde problemen oplossen. Zodra die Noord-Koreanen op Facebook komen, dan is het wel gebied, in principe. Want stel u nou voor, je hebt iets aan je knie, ik zal dan aan je rechterknie, en er zit een botje los, en je hebt het gevoel, zeker op mijn leeftijd, het desintegratieproces is begonnen. En als ik het niet doe, er is nog een cellotapeje over, maar het valt er gewoon steeds weer uit. En je kunt niet naar de dokter, dat moet via internet. Ten eerste moet je al op je bureau klimmen. Voor dat cameraatje van de computer moet je dan je knie houden. Wat bij mij al helemaal niet kan. Of zou je dan met je laptop, met je iPhone. Met de iPhone. Je zal me aankijken. Ik zie wel het beste dokter van de berg.
Ik zie hier een iPhone-foto van mijn rechterknie, waar afgelopen week een bordje uitgevallen is. Ik kan nog lopen, maar ik begrijp niet waar het bordje vandaan is. Wat zou dokter van den Berg dan zeggen? Ik woon op een kwartiertje afstand van dokter van den Berg. Waarschijnlijk zeg ik, kom even langs. En dan moet ik terugmelen, dat mag niet van mevrouw Schippers, want ik moet via internet behandeld worden. Eens kijken of u op de foto toch kunt zien, ja, wat het voor bordje is. Hè. En trouwens, nu u het zo schrijft, als u zonder dat bordje kunt, ik bedoel, why not? Pas tegen de tijd dat de hele zaak gedesinteresseerd is. Dan. Ik vind het dan zo raar dat het allemaal kritiekloos passeert en dat daar niet iets verstandigs over gezegd wordt. Hè. Nee, dat ze niet doorvragen. Ja, ze gaan niet door, dus ja, ik verheug me daar wel een beetje op. Dus ja, er zijn nogal wat dingen in het huidige regeerakkoord die mij heel slecht gevallen. En nou ja, ik was lijstduur van een van de beide partijen die dit tegen deze regering geprobeerd hebben. Ik geef u toe dat ze hun 38 zetels niet naar mij te danken hadden. Hoewel, vanaf het moment dat ik begon te duwen, is het wel... maar ik heb er wel... Ik vind het wel een beetje problematisch, ja. Ik vind het belachelijk beleid. Zonder ook van de inspanningen, waarom zou, want daar zit hier wel eens, waarom zou je in godsnaam, hoeveel kleine Brabantse dorpen ik niet heb gesproken, moet je die allemaal gaan samenvoegen tot een kern van 100.000, dat is een malamelodig idee. En nog afgezien van het feit dat die burgemeesters daar geen carrière mee kunnen maken. Want die beginnen in Haren, dan organiseert de overheid een Facebook-ruil. En als je het daar goed vanaf brengt, dan ga je naar een grotere gemeente. En breng je het er slecht vanaf, dan ga je naar Emma Kompasku. Goed, nog één vraag. Ja, tijdens de inauguratie van Charles Boos Senior was er een rel ontstaan over uw mediaoptreden. Ja. Ik vroeg me af, hebben u er nog last van gehad bij uw reizen naar Amerika? Of, nee. Is dat niet zo vers? Nee. Daar heb ik een graad in de schaduw. Dat vond ik buitengewoon onaangenaam. Maar nee, die rellen die op het moment dat het rel zich voordoet. Ik heb geen idee of ik dat moet uitleggen hoe die rel in elkaar zat. Goed, de oude Bush werd geïnaugureerd, dus u weet het is 20 januari 1989. En daarin ging Billy Graham voor in gebed. Nadat overigens eerst was Reagan, en hè, want die was de aftredende president, die was met zijn vrouw Nancy tevoorschijn gekomen. En toen zei, Groenhuizen, die toen correspondent was, die zei... Nancy Reagan ziet daar koninklijk uit. En ik dacht, koninklijk? Ik vind het een doodeng vogeltje. Ze is een facelift en dat betekent eigenlijk dat al je gelaatsspieren zo'n beetje achter je oor worden gehaald. Monique van de Ven, had ik gezegd. Ik kan alleen het puntje van de neus nog bewegen. En dan zit stil. Ja, ze is nog van Hameland geloof ik, of waar dat is zo. En trouwens, Linda de Mol, die ja, moet dat niet doen. Ja. Ik heb een uurtje tegenover Linda de Mol gezeten. Zij kan alleen het puntje van, zij bekennen dezelfde cosmetische arts. Alleen op het puntje van de neus is nog bewegelijk. En de rest is. En dan moet u weten dat we in ons gelaat, geloof ik, wel 57 verschillende spieren hebben, die nou juist zorgen voor de gelaatsexpressie. Maar ja, mocht dat hier jonge vrouwen zijn of oudere vrouwen. Begin er niet aan. Doe het niet. Laat u zelf rustig instorten. Want u bent veel charmanter in verval dan dat u alleen nog maar het puntje van uw neus kunt nemen. Ja, dus ik zei, terwijl de microfoon open stond, nou koninklijk, ik vind het een doodengeldersje. En toen kwam Billy Graham en die hield een gebed voor de aantredende president. En eerst vond ik al dat Billy Graham was toen al op jaren. Hij schijnt geloof ik nog te leven en weet even geleefd te hebben. Ik zei, hij leek het op Boris Karloff. Ik weet dat is de acteur die het monster van Frankenstein speelde. In al die films. Maar ja, die Pieter de Vink, dat was de man die naast mij zat, de presentator, die vond het ook wel een opmerking en zo. Dus wij gingen rustig door en toen
kwam die Billy Graham hield een gebed en dat had ik in dat gebed zei Billy Graham dat onze lieve Heer direct betrokken was bij de keuze voor de oude Bush. En dat het daarom Dukakis niet was geworden, omdat die erin gevallig was. Dus toen zei ik, ik vind dat eigenlijk vrij eigenaardig, dat ik nu voor het eerst hoor dat onze lieve Heer direct betrokken is bij het demografische proces in de Verenigde Staten. En als dat dan toch zo is, zou het dan niet handiger zijn dat hij zichzelf verkiesbaar stelt? En dan hoef je ook niet elke 4 jaar gedonder van die verkiezingen te krijgen. Dan zit je meteen goed met de heren zelf. En toen verscheen de floormanager van hen. De floormanager had een enorm kartonnen bord. Daar stond op met reusachtige letters, niet zo cynisch. En toen bleken er al duizenden mensen gebeld te hebben van dat het verschrikkelijk was. En toen, nou, daar zal ik nou mee afsluiten. Dat heeft geleid tot de grootste triomf van mijn leven. Namelijk dat ik de volgende dag stond ik voor op de Telegraaf. Wakker Nederland. En daar stond linkse deskundige beledigd bondgenoot. Nou, dat heb ik aan al mijn kennis toegestuurd. Ik heb alle telegrafen gekocht van die kiosk om de hoek en uitgeknipt. En dat ik het zo van weet, als je in de Telegraaf bekritiseerd wordt, ja, dan heb je het echt perfect gedaan. Dat is een soort legitimatie waar je in Nederland niet zonder kan. Nee. Dus het was eigenlijk het hoogtepunt van mijn leven. Zou het kunnen zijn. Later was het, en maar ik ben wel verheugd gekregen van het NOS-bestuur, dat ik in gevolge van incompetentie, dat ik niet meer geraadpleegd zou worden als deskundige. Ja, zeker. Dat heeft maanden geduurd tot, en dat kwam omdat de EO had een klacht ingediend bij het NOS-bestuur, omdat ik over Billy Graham zo kritisch was geweest. En toen, ik denk na ongeveer 3/4 jaar, verschenen er 2 jongelui bij mij aan de deur, of ik een poortje wou doen op camera, en die zeiden dat ze van de EO waren. Ik zei, weten jullie wel, wat een satansknecht die kunnen. En ik zeg heel kort even wat er gebeurd was, 3/4 jaar eerder. Nou, daar hadden ze niks mee te maken. Ik zei, weet je het wel zeker, als je straks met een bandje aankomt, dat je meteen ontslagen wordt. Maar ze hebben het gedaan en sinds die tijd was alles weer paars en vreemd. Maar dat je op de voor op de Telegraaf staat, gevaarlijke linkse deskundige, beledigd bond van ook, nou, ik heb weken niet kunnen eten. Zo fijn was het, zo fijn vond ik het. Ja. En uiteindelijk denk ik, is de schade beperkt. Beperkt gebleven. Er wordt wel aandacht aan besteed. U weet hoe het is met publiciteit, negatief of positief, het maakt niet uit. Denk u aan Patty Brak. Ja, dat is eigenlijk de vlees geworden mislukking. Maar dat maakt niks uit voor de televisie. Hè? Want dan kun je als vlees geworden mislukking kun je leuk optreden. Hè? Want een celebrity kan positief en negatief zijn. Denk je aan Charlie Sheen, als u dat. Hoe heeft hij dat ook nooit gehoord? Oh, dat toch weer wel. Oké. De zoon van Martin. Ja, zeker. Die hele familie is een beetje verkeerde wit eigenlijk. We stoppen ermee, hè? Ja, ik ben klaar met alcohol. Dus. Ik dank u voor uw aandacht. Als ik net zei, hartelijk dank voor deze zeer vermakelijke avond. Ik hoop dat u er ook van genoten heeft. Er is nog gelegenheid om een boek te kopen. Als u denkt toch dat straks twijfelen, zou ik het wel doen. Neem nu uw kans. Misschien dat Maarten nog wil signeren. Ik heb wel de indruk dat de boeken die ik niet heb gesigneerd, dat die geleidelijk aan waardevoller worden naarmate er meer uitgevoerd. Het zal steeds moeilijker worden om er een te vinden die niet gesigneerd is. Is het daarom een pleidooi wel? Ik ook. Dat laat ik helemaal aan u over. Mag ik u allen hartelijk danken voor uw komst hierheen. En